Sowieso, uh, voor ik het vergeten te vertellen. Jij krijgt nog een mooie poster van ons. Leuk. Ja. Um, je hebt hem volgens mij gezien van Martijn. Martijn. Ja, ja, geel, Daar heb ja. ik ook nog een vraag over. Want uh, een interessante combinatie. Ik kreeg een foto van Martijn. Ja, ja, uh, opgestuurd. Ja, is, Martijn Aslander. Ja. Voor de mensen die ja. de podcast met Martijn Aslander nog niet hebben gezien. Ik zou hem zeker even checken. Was leuk. Maar ik vond het contrast tussen jullie wel heel schil. In die zin. Ja. Uh, als je kijkt naar waar jullie mee bezig zijn. dus uh, Hoe zit dat? Ja, We kennen elkaar uit de buurt van Haarlem. Dus we hebben bij elkaar in de straat gewoond en toen zijn we vriend geraakt. Oh, dat is grappig, ja. Ja, en uh, ja, ik zei het al: je krijgt nog een mooie poster van ons. Was ook, ik moest daar erg om lachen, want uh, we hadden jou gevraagd, daarom is hij er nog niet. Uh, Moet nog even wat quotes hebben om erop te zetten. Mm -hmm. uh, en uh, je doet dat met Joost, maar ik lees de mailtjes wel als ze we voorbij komen. En toen moest ik lachen, want ik herkende hem meteen: het stond daar rammen met je kadaver. Ja, die quote, ja, uh, ja. Cool. ja. En die kende ik van iemand anders, uh, waar jij ook al een keer in de podcast. Uh, uh, bent geweest. Ja, van Mark Pollen. Ja, shout-out naar ja, Mark Polle. Ja. Uh, zeker, hele mooie. Scherpschutters-podcast. Ja. Uh, als je die nog niet kent, zou ik zeker luisteren. Een soort Nederlandse Jocko Willing podcast mm -hmm. Als je veel over defensie wil luisteren, dan kan je daar eens uh, je hart op halen. Um, maar die krijg je dus nog van ons. En uh, die krijg je van onze Dat is geluip, quotes. Dus uh, die komt uh, Jan Kant op. Um, maar voor de mensen die nu zitten te luisteren, die hebben eigenlijk nog geen idee uh, wie jij bent. En... Uh, wat je eigenlijk doet. Dus zou je voor de luisteraar misschien eens even kort kunnen vertellen... Uh, waar mensen jou doorgaans van kennen? Um, ja, ik denk niet vanuit mijn politietijd. Hopelijk, uh, voorzitter. Hoop ik, ja. Ik heb 30, 30 jaar bij de, bijna 30 jaar bij de politie gewerkt. Uh, ooit in uniformdienst. Uh, gestart in Zaanstad. Uh, ik ben naar Rotterdam verhuisd. Ik heb heel kort bij de recherche gewerkt. Toen uh, bij het arrestatieteam van de politie. In Rotterdam en in uh, Amsterdam. Ik heb lesgeven bij de politie en ik ben toen naar een undercover eenheid gegaan als begeleider van undercover operaties. Uh, aan die termijn, aan die functie zit allemaal contact vast. Dat liep af. Toen ben ik weggegaan met de politie en um, overstap naar het bedrijfsleven gemaakt. Een hele leuke uitdaging was. Ik kwam met mijn compagnon Marcel Van den Ven in contact. Marcel uh, zat toen al voor mij twee, drie seizoenen in hunted programma. En die vroeg me eigenlijk van, joh, uh, lijkt het je leuk om uh, in het tv-programma uh, mee te doen? We zoeken nog iemand die uh, op het headquarters uh, functie kan doen. Dus ik heb die switch gemaakt en in het bedrijfsleven gestapt. En ik heb nu ook, een, uh, samen met Marcel, hebben, zijn we een uh, researchadviesbureau. Dus we draaien uh, researchonderzoeken voor uh, bedrijven, particulieren, uh, organisaties. Uh, en we geven training en coaching als het gaat om uh, het gebied van veiligheid. Ja, Wauw, zo'n mooie carrière, sowieso. Um, als zoon van een politieagent, uh, die, ja. die zelf ook ambities had om bij justitie ja. te willen, helaas slechte ogen, altijd um, het het wel even leuk om naar het begin van uh, je tijd bij de politie te kijken. Um, wat trok je richting dat vak? Oeh ja, ik denk toch eigenlijk het gevoel van um, onrechtvaardigheid, dus iets willen doen aan een stukje veiligheid, uh, wat recht doet aan, aan, binnen de maatschappij. En misschien we ook wel een stukje spanning van uh, boef vangen. Ja. Weet je, dat is eigenlijk wat, wat het politievak vanaf jongs af aan eigenlijk al aantrok. En um, ben ik niet meteen ingesteld. Ik, ben, ik was best wel goed in scheikunde op de middelbare school. Daar wilde ik eigenlijk mee verder. Dus ik had ook iets kunnen doen van Breaking Bad. Maar uh, ik ben wel naar laboratoriumonderwijs gegaan. <laughs> en, en uiteindelijk dacht ik van nee, daar, ik stop mee en ik ga richting politie. Ja. ja, want in dat opzicht. Um, ik denk dat het merendeel van de jonge mannen. die kiest voor een carrière bij justitie of defensie. Uh, dat het stukje. Het is wel spectaculair werk. Afwisselend. Uh, ja, je, ja, je weet eigenlijk niet helemaal hoe je dag eruit gaat zien. Dus het is wat dat betreft een hele bewogen. bewogen baan. Mm -hmm. met veel uitdagingen. Ja, boeiend. Ja. ja, en uiteindelijk ben je. Uh, overgegaan richting. Uh, het AT. Ja, arrestatie. arrestatie ja. Ik heb de jongens uh, van dichtbij meegemaakt. Uh, ze hebben er wat over verteld. Mm -hmm. um, dat is een, wel een redelijk select clubje. Daar kom je niet zomaar ja. bij. Moet ja. je wel een bepaald profiel voor hebben, denk ik. Mm -hmm. um, hoe verloopt zo'n uh, opname in zo'n AT? Is dat iets waar je actief op solliciteert? Of word je een soort van uit de gelederen geplukt? Of, uh, hoe kom je zo bij een AT terecht als je eigenlijk normaal... S straatagent, klinkt misschien te denigrerend, maar nee, in het nee, blauw ja. op straat bent uh, ja, het eigenlijk gewoon blijft altijd weer solliciteren. Die was eigenlijk binnen om het beeld te schetsen in die periode, waren er zeven arrestatieteams in Nederland, die waren verdeeld over uh, arrondissementen, dus uh, aan bepaalde rechtbanken. Zoals je in Amsterdam hebt, in Den Haag, in Rotterdam, etc. zeven spijlen van Nederland, geografisch verdeeld. Um, Teams waren eigenlijk structureel onder bezet, omdat uh, de toelatingseisen hoog lagen. werkdrukkelijk lag hoog, dus niet iedereen uh, ambieert had om dan in zo'n omgeving te werken. Dus er werden, um, denk ik, één keer in het jaar, één keer in het twee jaar, werd er een nou, sollicitatie opengesteld en, um, met een selectieprocedure en een opleiding die eraan uh, aangekoppeld was. En dat was eigenlijk altijd wachten van hey, wanneer was zo'n selectie opengesteld. En wil je daar dan aan mee meedoen? Dat is eigenlijk, ja, zoals je eigenlijk op een normale baan solliciteert... Uh, kon je dat hier ook uh, je interessekemer maken. Ja, dat snap ik. Met als uh, enige uitzondering dat er denk ik een hele sterke fysieke norm... Uh, gekoppeld is aan deze sollicitatie. Ja, tuurlijk. Ja, je hebt in die... Ja. Um, Zit er zitten wat fysieke aspectjes aan die... Uh... Ja, en dat vinden we in deze podcast altijd ernstig fascinerend. Omdat uh, uh, fysiek vorm uh, zijn heeft een fantastisch effect ook op hoe je mentaal uh, ervoor zit. Ja, eens. Uh, denk ik altijd. Klopt. En, en klopt helemaal. Zeker als je kijkt naar het mentale aspect van het werk van een arrestatieteam, uh, denk ik ook altijd wel dat daar een verband tussen zit, want die kunnen dat werk niet doen op die manier mm -hmm. als ze ook niet tegelijkertijd superfit mm -hmm. en actief zouden zijn. Nee. Um, was je altijd al, was je was je al een uh, outlier fysiek? Was je al atletisch in dat opzicht? Nou ja, weet je, dat is ook een grap, iedereen is wel verschillend. De een kan heel, uh, heel hard, is heel goed in hardlopen, de ander wat beter in vechtsport, de ander is beter in touwklimmen. Maar je moet wel uh, sporten leuk vinden. Uh, je, moet, je moet fysieke belasting moet je echt leuk vinden. En um, dat gaat soms wat verder dan leuk vinden of uh, dat je het ook niet meer leuk vindt. Maar sport is wel de basis. En, um, ik, ben, ik heb een rugbyachtergrond, ik was altijd vervent rugbier. Laat schouders. <laughs> Dankjewel. Nee, dat... Uh, dus, dus je moet op een gegeven moment ook gaan kijken. Bij zo'n selectie bijvoorbeeld, wat uh, wordt er gevraagd? Nou, zelfverdediging is een, is een item uh, natuurlijk wat belangrijk is bij, bij uh, het arrestatiesteam. Uh, conditie in brede zin ook. Dus je moet, je moet daarin wat gaan specificeren. Je kan gaan kijken, al die eisen die je hebt van toelating, fysieke testen. Die zijn op vraagbaar. opvraagbaar, dus Hey, wat, wat moet ik minimaal halen als ik, uh, om me zo een op te drukken, wat moet ik minimaal laten zien op een 100 meter sprint, wat moet ja. ik laten zien op 5 kilometer hardlopen of op een hindernisbaan. Hoe kan ik daar beter in worden? Daar kan je je voorbereiden. En dan is het ook nog een keer zo dat in zo'n test komen al die onderdelen achter elkaar. Dus hoe ga je dan om met weinig rust, met weinig herstel? En uh, er komt eigenlijk op het mentaal aspect aan. Van, kan je die klop nog omzetten om nog een keer te gaan en het uit de steegje zelf te halen? Ja. Ja. Nou, dat is je duidelijk gelukt. Ja. Was je gewoon? Ja. Ik denk rugbiers, dat zijn over het algemeen ook niet echt fragiele mensen. Dus ik denk dat daar al wel een klein beetje <laughs> ja, euh, nee. wat zaadjes gepland waren voor. Uh, misschien voor doorzetten. wel. Misschien wel. Ja, ja. Of was je altijd al een in dat opzicht? Nee, eigenlijk niet. Nee, het is ook. Uh... Nee, ik, ik zou me niet omschrijven, mezelf niet omschrijven als taai, Het is meer de, dat je op een bepaald moment um, een knopje om kan zetten, dat je, dat je een stapje verder kan gaan, of dat je, uh, ja, nou, zo met als ik met de rugby vergelijk, dat je de situaties op het veld, het een contactsport is, uh, dat je daar gewoon, daar voel ik dat moment helemaal niks van. Je doet je ding, je, je volgt je maatjes. Je volgt de afspraken die je met elkaar gemaakt hebben En. Um, zet je knop om. Ja. En um, dat pakt dan zo uit. Ja. ja, een van mijn persoonlijke fascinaties is namelijk. Als, als het gaat om, om dat stukje mentaliteit. Um, vraag ik me altijd af of dat te kweken is. Dat eh, van mijn. Het uh, is mijn werk om mensen soms dingen te leren. En daar loop ik daar ook wel eens tegen aan. Zeg maar. Van, ja. Dat je denkt: gast, kom op, even schouders ze eronder. En dan vraag ik me altijd af: is er een manier om dat in iemand die dat misschien niet in eerste instantie van zichzelf heeft, uh, er, erin te krijgen en te cultiveren? Mm -hmm. um, ja. en misschien kun je daar iets over zeggen. Wat ja. vind jij daarvan? Ja, ik denk natuurlijk in de basis is ook het mooie van mensen dat uh, iedereen is verschillend. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en uh, krachten. Um, en ik wil ook helemaal niet zeggen dat. Uh, ik heb wel veel over geschreven, maar dat. Dat je natuurlijk de methodiek van zo'n arrestatie van de speciale teams... Uh, ...dat je kan toepassen in je werksituatie. Maar niet alle teams, niet iedere mensen kunnen AT'ers worden of AT-teams zijn. En dat moet je ook helemaal niet willen. Ik denk, je moet kijken van hè, wat ligt er in jouw range om daar iets uit te pakken... ...wat in jouw situatie past. Uh, wat in je werkomgeving past. Wat je past uh, bij je persoon. Of waar je misschien wel achter komt van... ...ja, weet je, dat past totaal niet bij mij. Ik ben echt 180 graden anders mm -hmm. Uh, dat kan ook werken, dat je zo een inzicht krijgt van ja. Weet je waar, maak ik me druk om. Ik wil me maar meten ook om um, die kwaliteit mijn eigen te maken. Nee, zo ben ik als persoon helemaal niet. Ik kan mijn kwaliteiten veel beter op een ander vlak richten. Dat zijn mijn sterke kanten. Ja, en, ik moet een beetje denken aan het uh, aan kickboksen, als je dit zo zegt. Omdat, ja, uh, helemaal mensen, iedereen kan kickboksen worden, mm -hmm. maar of je nou twee meter bent of je bent uh, 1,80, dan maakt het verschil. ...en wat voor soort kickboxer je wordt. Dus ja. uh, sommige technieken moet ik me niet eigen willen maken... ...daar nee. ben ik te lang voor, weet ja. je wel. Nou, gebruik... Sommige zou je beter kunnen gebruiken... Zet je want... andere krachten in, Juist. klopt. Dus een beetje dat uh, idee. Ja. En ik denk dat, je zegt van over... Uh, waar, je mens, ...waar ik denk dat je mensen altijd in kan helpen... ...en in kan coachen, is... Uh, ...wat is voor jou ballast? En wat, is eigenlijk, wat zijn eigenlijk bijzaken? Uh, wat voor mij uh, bijzaken zijn... ...kan voor jou uh, een andere prioriteit hebben... Maar iedereen heeft denk ik last van ballast en bijzaken. En dan maak je druk om allerlei randvoorwaarden en randverschijnselen. Als je daar een beetje in uh, kan schuiven, dat je dat kan loslaten of van je af kan zetten. En als je het nou hebt over uh, rust, uh, mentale rust, zal dat heel veel helpen. Laat die randverschijnselen, al die bijzaken maar minder invloed hebben. En, en probeer te meer te focussen op een doel of tot de kern waar het wel om gaat. Hmm. Um, dat is interessant. Want de perfectionist, en een stemmetje in mij zegt nu ook... ja, maar als je al die randzaken gaat negeren... Ja. dan kunnen daar onvoorspelbare zaken uit naar voren komen... die je plan verneuken. Ja. Um, en dan zeg jij daarop... <laughs> nee, wat zeg ik daarop? Ik denk dat, dat, helemaal, dat, dat je daar helemaal niet zo druk om hoeft te maken. Want uiteindelijk gaat het niet om die rand... die, randver, die randverschijnselen heb je al geanalyseerd voor jezelf... Ik zeg niet dat je die helemaal weg moet skippen. Je analyseert ze wel. Ik denk van, hey, wat gaat, en misschien nog wat dieper, een, ram, een bijverschijnsel, een randverschijnsel, kan ook een hoofdzaak worden. Ik zeg ja. van, hey, wacht even, het gaat niet helemaal om uh, wat ik nu voor ogen heb. Uh, maar dat is nog veel belangrijker. Dus die moet, daar moet ik veel meer aandacht aan besteden. Maar door het, uh, het pellen, het zoeken naar wat is nu de ballast, wat moet ik nu echt loslaten? Want uh, ik heb dat al onderzocht. Dan kom je meer tot de kern. En vanuit die kern kan je beter op je doel afgaan. Um, maar ik denk zeker belangrijk is... meer mentale uh, rust in je hoofd uh, creëren. Uh, meer ruimte in je hoofd. Um, en daardoor meer energie voor de punten waar het wel om gaat. Ja. En, en bijzaken, of die, die, rand, die randverschijnselen, is voor iedereen anders. Ik denk dat ik snap wat je zegt... Um... Ik ben een IT'er, dus ik probeer het even te vertalen naar een voorbeeld uit mijn wereld. Als je computer heel druk is, wordt die langzamer als dus je hebt veel verschillende dingen aan het doen mm -hmm. uh, En als ja. je één ding... Dan helpt het soms als je een paar programmaatjes uitzet. En dan krijgt die meer bandbreedte van, meer CPU-kracht. Ja. En dat is eigenlijk een beetje wat ik je hoor zeggen. Ja. Dus elimineer al die stomme achtergrondprogramma's, mm -hmm. zodat één ding al je rekenkracht krijgt, zodat je ja. daar optimaal in kunt presteren en ja. opereren. Ja, op klopt. Yes. Mooi. Um, wat was in, in, in dat opzicht uh, duidelijk? Hè, je hebt het fysieke, je hebt het mentale component, uh, maar ateo zijn is meer dan dat. Het komt ook een boel protocol, techniek, mm -hmm. strategie, tactiek. Al die dingen komen daarbij kijken. Wat was binnen um, die tijd de grootste uitdaging voor jou om onder de knie te krijgen? Wat vond je het moeilijkst? Nou, misschien het je hebt natuurlijk procedures waar je um, met elkaar aan conformeert. Dus voor heel veel situaties heb je procedures. En um, of het nou een proces is van hoe val je een huis binnen? Hoe rij je een autoklem? Um, hoe haal je iemand van een vol terras? Uh, Hoe kan je iemand achtervolgen? Um, wat doe je in situaties uh, als, je, als je zou moeten schieten? Je kan het gek niet bedenken. Hoe beveilig je mensen? Er zijn overigens een procedures voor. Um, dat zijn basisprocedures. En daarnaast zijn. Maar bijna niks is de basis. Je moet constant anticiperen op de situatie die verandert. Je moet anticiperen op elkaar. En, um, misschien is dat wel het moeilijkste. En uh, meteen ook het meest uitdagende van, van dat werk. Van, je wordt constant getriggerd. Want al ken je al die procedures van A tot Z, je wordt constant getriggerd in steeds veranderende situaties waarin je moet schakelen waar je natuurlijk wel terugvalt op de procedure... maar die procedure ga je vervolgens uh, maakbaar uh, inzetten... dat die past op de nieuwe situatie. Ja, en, ik, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Uh, we zijn een keer bij Mark Polle geweest. Ja. En die, heeft, uh, die had een mooi pand. En dan had hij zo'n uh, zo range met van die poppen waar je op uh, mocht schieten. Mm -hmm. En toen liet hij, dichter mij hebben we experience van opgenomen... liet hij zo'n treintje daar doorheen rennen. Ja. Uh, en hij zei, je moet het zo doen, je moet het zo doen. Jij pakt die kant, jij pakt die kant. Doen, doen, doen. Ja, het zag er goed uit. Uh, en toen veranderde je één variabele, namelijk en ging er zelf ineens tussen staan. Oké, okay, heel andere situatie, ja, ja. had ja. niet geoefend, er vier, vijf keer voor en nu moeten we ermee dealen mm -hmm. en moeten we ineens langs iemand, heen schieten die ja. daar... Snap je? Ja. Uh, en dat maakt het ineens anders. Maar hem maar aan, zei hij, ja. want dit ja. is wat er in het echt ja. ook gaat gebeuren. Ja. En daaraan gekoppeld is, is ook nog een keer dat je um, vervolgens de keuzes die je maakt um, of de acties die je daarin inzet, die moet je met elkaar bespreken. Dus het is niet een automatisme om te zeggen: van, nou weet je, je kan je kwetsbaar opstellen. Of ik weet hoe je een, een debrief, een nabespreking met elkaar moet doen. Um, dat vraagt ook heel veel uh, van je. Het is constant een trigger van: Oké, okay, ik moet gewoon open zijn. Ik moet, ervoor, um, ik moet mijn fouten kunnen toegeven. Ik moet jou op iets aan kunnen spreken. Waarvan ik, hé, hey, waarom deed je dat? Of ik vond eigenlijk helemaal niet zo leuk wat je deed. Dus die, ook dat is iets wat. Um, al heb je het nog zo vaak met elkaar over, we doen het op die manier, dat is normaal uh, gebruik binnen uh, zo'n team. Het is heel moeilijk om dat wel steeds in te zetten. Ja, dat vind ik fascinerend. Want um, een van de grootste valkuilen die je bijvoorbeeld binnen de IT ziet, is dat teams um, die werken in sprintjes. En ja. dan uh, zeg maar, een sprintje voorbij. En dan wordt direct het volgende sprintje ingezet. Eigenlijk zonder een moment van rust, even bijkomen, opruimen. Maar vooral ja. van het stukje. Uh, ja, eigenlijk reflectie. Ja. Heel, ze noemen ja, dat klopt. dan een retro, ja. maar dat skippen ja. de meeste teams. Want ja, veel te doen, uh, ja. door naar de volgende ja. ronde. Um, en ik denk dat, want ik heb dat toen bij die jongens van Marshof gezien. Die deden dat heel duidelijk. Een kringetje na de tijd, uh, ja. even evalueren hoe het gegaan ja. is. Uh, kan zo klaar zijn, maar je haalt er zoveel kennis en waarde uit. Um, dus misschien wel, wel interessant um, om even kort door te lopen... hoe een goede die er uh, wat jou betreft op papier uitziet. Want ik denk dat dat ook een soort standaard procedures die jullie dan volgen. Dus wat voor onderdelen tikken jullie aan in zo'n debrief? Oh ja, ja. Ik, kijk, dus, de standaard debrief is eigenlijk van begin tot eind van hoe ben je... Ik is een, laat een voorbeeld nemen, invallen in, ja. in, in een huis. Uh, je gaat vanmorgen om vijf uur, haal je iemand uh, van zijn bed. Um, lig je van zijn bed, dat die gezocht wordt voor liquidatie. Daar gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. Uh, de actie zelf is misschien maar... Een paar seconden tot een minuut op die locatie, maar uh, er zijn misschien wel dagen voorbereiding aan vooraf gegaan. Informatie verzamelen, uh, contact maken met samenwerkende partners. Uh, want wat gebeurt er daarna met het huis? Waar moet die uh, verdachte naartoe worden gebracht? Welk team is verantwoordelijk? Welk officier heeft er toestemming voor gegeven? Uh, tot aan hoe ziet de locatie eruit? Dus je gaat dat ook helemaal in kaart brengen en uh, voorbereiden. Um, dan kom je tot een plan. Dat plan wordt van... hoe kunnen we op de beste wijze uh, welke procedure toepassen? Welke aanpak is hierbij vereist? En wie loopt daar het meeste of minste risico bij? Uh, kunnen we dat verantwoorden met elkaar? Um, en als daar allemaal de groene vinkjes achter komen... zeggen maar, nou, we, we gaan het op die manier doen. En um, dan staat er een, uh, een briefing, een plan... Een actieplan. En uit het actieplan zijn weer alternatieve plannen. van wat als er voor een verrassing komt te staan. hoe we kunnen we anticiperen op uh, die nieuwe situatie. En um, tot aan de uiteindelijke actie. en dat iedereen inderdaad in het kringetje staat. Uh, voor een debrief. Die stappen loop je allemaal na met elkaar. Uh, en ook de persoonlijke rollen. van je kan ook in zo'n debrief aangeven. Uh, ja, weet je, achteraf gezien. Um, nou, eigenlijk niet achteraf. Er is altijd denk van hoe zouden we het de volgende keer anders kunnen doen. Mm -hmm. en misschien nog een uh, betere omschrijving van dezelfde situatie, vond ik anders. Doen. Nou, kan het kan zijn iedereen unaniem zegt: van nou, geen andere optie. Dit was eigenlijk het beste plan wat we hebben uh, uit kunnen voeren. Um, maar je trekt het ermee om te kijken: van... Hey, hoe zouden we het anders kunnen doen? Nou, misschien zouden we inderdaad uh, hem niet van zijn bed moeten lichten, want we liepen best wel tegen wat risico's aan. Het ging maar net goed. Um, uh, wat op een andere manier op kunnen lossen of uh, andere middelen in kunnen zetten. Dus als je gaat kijken waar kan je in verbeteren in, in dezelfde situatie, in de, misschien in dezelfde omstandigheden, of misschien wel in gewijzigde omstandigheden, omstandigheden hoe kan je dan een ander plan inzetten uh, met elkaar? En dat is eigenlijk uh, weer een beetje de procedures. En je gaat toe naar de persoon. Um, en wij waren samen uh, verantwoordelijk voor het openen van de deur. Wij waren samen verantwoordelijk om uh, in het donker die slaapkamer binnen te gaan. Uh, dat je ook je gevoel kan uiten: van ja, hadden wij samen een goede afspraak gemaakt? Uh, wisten we, wist ik eigenlijk wel wat jij bedoelde in die, in die paar seconden daar? Um, um, of hebben we nog wat gemist in, in onze samenwerking? Tot aan gevoel uiten van ja, weet je, ik was toen niet zo happy bij uh, dit verhaal met die actie, want. Uh, er klopt iets niet. Of je deed je het licht te laat aan. Of, of dat zijn bijna kleine dingen, maar je, kan, je moet je gevoel kunnen uiten naar elkaar. Mm -hmm. En dat maakt je sterker als team en sterker als persoon. Ja, en, en ik merk dat in het bedrijfsleven is dit heel moeilijk. Ja. Vinden mensen heel lastig om elkaar op zo'n uh, directe wijze... Dat wordt dan als direct ervaren. Ja. Uh, feedback te geven op ja, wat wel mm -hmm. en wat niet goed gaat. Um, hoe organiseer je dat beter? Met andere woorden, doen jullie dingen om ervoor te zorgen dat er een cultuur is uh, waarbinnen dat zelfs wel wenselijk is of uh, juist ja. Ja, wordt uh, bewonderd? Ja, ik, ik denk dat daar, uh, daar heel veel, uh, of veel, je moet, daar veel mee, mee, je moet daar veel mee trainen, je moet daar veel over praten met elkaar. En ik denk dat door training en het met elkaar goed bespreken, dat je een heel eind komt. Kijk, de de zei van is een heel groot verschil in tussen een feedbackcultuur uh, binnen een arrestatieteam tot aan een uh, IT-bedrijf of een uh, setting. Je moet je afvragen, moet je zo diep gaan met elkaar, moet je zo'n open cultuur hebben? Uh, ook als je personeel veel wisselt. Uh, wel, maar alles gaat eigenlijk om van wat verwacht je van elkaar en wat zijn de doelen uh, binnen zo'n bedrijf. Ja. Als je dat helder hebt. Uh, van uh, wat is jouw doel dat je hier werkt? Uh, wat is mijn doel dat je werkt? Wat verwachten wij van elkaar? Dan kan je daar een feedbackcultuur, een, feedback een reflectiecultuur training op loslaten, die recht doet aan die medewerkers en recht doet aan het bedrijf. Want eigenlijk gaat het erom dat iedereen daar met plezier werkt, vertrouwen in elkaar hebt. En iedereen zit dan een bepaald doel. En zal alleen zeggen: van, yo, ik doe dit. Ik liefst zou ik helemaal niet werken, maar ik doe het om geld te verdienen, maar ik heb het wel naar mijn zin. Uh -huh. um, dus, dus de verwachtingen liggen anders, de doelen zijn anders. Maar je moet het wel met elkaar bespreken. En het, dat werkt wel. Dat is eigenlijk een ander element. Uh, goed als je elkaar kan vertrouwen. Dus het moet een veilige werkomgeving zijn. Het heeft vaak met vertrouwen te maken. Nou, dan kan je volgens ook gaan inzoomen van, oh, hoe goed, hoe ver moet je gaan in het vertrouwen? Maar ik heb dat veiligheid. Je moet elkaar um, uh, ja, in je omgeving veilig voelen om dingen aan elkaar te vragen, om dingen te zeggen. Ja. Hoe moeilijk ook en hoe en ver dat moet gaan, uh, ja, dat vind ik een heel, dat is een ongrijpbaar begrip. Ik denk dat ik daar misschien wel iets van denk, namelijk hoe meer je op elkaar rekent om niet dood te gaan, hoe groter dat vertrouwen moet zijn. Ja, ja. Dus uh, als wij naast ja. elkaar uh, zeg maar vleeswaren staan om te flippen in de verpakking, wat ik heb gedaan als vakantiebaan. Uh, wij vertrouwen niet op elkaar, zeg maar die meneer die naast mij staat en ik, vertrouwen niet op mekaars leven, zeg maar. Dus nee. dat is oké. Okay, maar ja. uh, ik heb ook een keer meegemaakt dat ik, uh, mocht ik aan zo'n <laughs> touwtje op zo'n brankaar, mocht ik boven uh, uh, aan een olieplatform naar beneden worden getakeld nou wordt het vertrouwen wel ineens nou, nou, ja, Deze ja. meneer moet wel echt vertrouwen eens ja, ja. eens ja eens, ja. Dat is ja. ja interessant nou, en ik denk altijd dat dat, uh, dat uh, juist omdat het om het echt gaat daarmee, ik bedoel, je kan gewoon jullie kunnen gewoon sterven in wat je doet aan de voorkant als het niet goed gaat mm -hmm. um, wordt er tenminste is mijn illusie altijd dat er iets meer aandacht uh, en iets meer discipline zit op het uitvoeren van dat soort reflecties om het de volgende keer zo goed mogelijk en zo scherp mogelijk te blijven. Ja. Um, en ik denk dat het bedrijfsleven daar soms iets van, uh, iets van zou kunnen uh, leren. Ja, ja natuurlijk, je kan daar een stuk uithalen. En dit is heel, ik, natuurlijk een heel extreem voorbeeld van uh, het gaat inderdaad dan om leven- en doodsituaties. Als het helemaal misgaat, dan hebben we echt een probleem. Mm -hmm. um, dus je, je moet echt goed nadenken van hoe kan je dit zo veilig mogelijk doen. Er zitten veel belangen hangen daar vast. Maar ik vind ook wel vergelijk met het bedrijfsleven. Het gaat toch wel om van. Het gaat ook in een stukje persoonlijke verdieping. Van, ik vind het belangrijk dat je je in elkaar interesseert. Uh -huh. um, of je nou een, 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 een tijdelijke vakantiebaan doet of een um, um, of wel jaren bij een bedrijf werkt. Door je in elkaar te interesseren um, ontstaat er wel een, een prettiger werksfeer. Um, waar je ook een stukje veilig. Waar je ook kan zeggen, jongens, ik zit vandaag niet zo lekker in mijn vel. Uh -huh. Uh, voordat je die uitbranden krijgt van een chef van joh waar ben jij mee bezig of dat je fouten maakt. Uh, je, daar, daar, daar is een beetje zoeken naar van je pakt daar een stukje uit, kijk of je dat binnen een bedrijf kan toepassen uh, dat je meer openheid creëert, uh, dat je m, ja, vertrouwen uh, onderling uh, werkt en daardoor veiligheid op die, tussen die medewerkers. En ik denk uiteindelijk word je Productie, de efficiëntie binnen het bedrijf gaat veel meer opleveren. Mensen voelen zich meer betrokken, uh, mensen zijn meer met elkaar gebonden. meer verbonden met het bedrijf. Dus uiteindelijk wind, uh, is het een en al win-win situatie. Mm -hmm. Ja, ik kan me voorstellen. En, en ik kan me ook voorstellen dat misschien in jullie context die veiligheid extra belangrijk is om te kunnen zeggen: hé hey man, ik, vandaag niet, omdat, ja, nogmaals, in de performance die moet kloppen op zo'n moment. Mm -hmm. um, maar ik kan me ook voorstellen dat dat wel een beetje tussen doe je een aanname, maar ik vermoed dat het allemaal een beetje mannetjes zijn die in dergelijke teams uh, terechtkomen. Als het gaat om prestatie, willen laten zien dat je het goed doet, mm -hmm. uh, kom je niet zomaar terecht, denk ik. En dat je dan uh, op een dag dat je je misschien niet zo, niet zo goed voelt, niet zo sterk voelt, dat het juist moeilijker is om te zeggen dan, uh, vanuit een stukje ego, hé hey man, ik voel het even niet vandaag. Omdat je ja. graag naar de rest toe uh, wil je niet al te kwetsbaar opstellen. En ik denk dat een stukje veiligheid dan is, dat je het juist wel die vrijheid of in ieder geval... Ja. En dat is ook het spanningsveld, weet je, van misschien dat je ook weinig keus hebt om dat te zeggen. Mm -hmm. um, maar als ik het voorbeeld um, haal ik wel aan van als je teruggaat naar die inval in die woning en ik maak de verdeling van het team en ik zeg nou, uh, deze twee mensen gaan als eerste naar binnen. Waarvan ik weet dat die ene zit in licht in scheiding en die heeft allerlei problemen als hoofd. De ander uh, heeft de tegenovergestelde, die is net vader geworden, die heeft de hele nacht niet geslapen. Zeg iedereen van ja, hoe kan je die twee mensen nou... Ja, ja, ja. Als het goed gaat, gaat het goed, maar hoe kan je die mensen nou naar binnen sturen? Ja. Maar zit je in een bedrijfscultuur, um, met een managementteam bijvoorbeeld om tafel... en je moet besluiten nemen over belangrijke investeringen... of misschien wel uh, een saneringsronde, welke mensen vliegen eruit. En je zit daar met dezelfde problematiek. Niet geslapen, uh, veel in je hoofd, maar je moet wel meebeslissen... Mm -hmm. Kan het wel cruciale gevolgen hebben voor je bedrijfsstructuur of voor de mensen en wie het gaat. En als je dan dus zegt: van jongens, ik beslis nu even niet mee of we parkeren dit naar een later moment, want ik heb mijn koppen niet bij. Daar gaat het denk ik gewoon om, omdat je dat met elkaar zegt, Daar moet ook begrip voor zijn. Dat is weer een ander fase. Maar daarmee naartoe werken met elkaar, dat, dat geeft alle partijen rust en winst. Ja, ik denk dat dat klopt. Maar daar is wel um, soms een stukje moed voor nodig. Zeker, het is ook niet. Het makkelijk gezegd, Nee, Maar gedaan. Ik is... kan me allerlei situaties herinneren waarbij ik dit eigenlijk zou te harte had zou moeten nemen, ja. maar niet heb gedaan. Nee. En nog net even een stukje verder ben gegaan als dat beter was. Misschien ja. voor mezelf. Ja. ja, ik snap het. Alright. Um, en toen ben je uiteindelijk binnen de arrestatieteams. Um, daar was je klaar mee, of maar je bent in ieder geval iets. Um, nou, laat ik de vraag herformuleren. Hoe ben je uiteindelijk projectleider geworden bij internationale undercover-operaties? Als zijnde iemand die in eerste instantie betrokken was bij het AT. Oh ja, dat... Um... Nou, ik ben eigenlijk, een stapje terug. Arrestatieteam is ook een, 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 een tijdelijke functie. Ja. Um, ja, dat kan je zes, acht jaar doen op papier. En nee, ik heb bijna tien jaar gedaan. Um, maar ergens houdt het op. Weet je, op een gegeven moment... Uh... Het houdt op omdat je uh, misschien wat meer uitdaging wil, andere prikkels. Uh, klinkt raar. Sommige dingen worden ook gewoon. Uh, <laughs> ja, Z zelfs op zo'n manier zo'n dynamisch werk doen. Wordt ook gewoon. Ja. Raar is dat, hè? Ja. En er komt bij: de werkdruk was hoog. Uh, dat wordt ook gewoon. Dus sociaal leven uh, ga je eigenlijk ook zeggen van, alles draait om je werk. Tot, tot je zie, krijgt van mensen wel, weet je wel. Um, jij bent altijd alleen maar een beetje werk bezig. Zou je niet wat meer vrij willen zijn? Dat je denkt, oh, heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht stilgestaan. Of je kinderen dat zeggen. Um, ja, en dan krijg je ook wel inzicht van, ja, weet je, wil ik dit nog langer doorgaan? Uh, en er komt ook nog een fysiek aspect bij van, uh, wil je die fysieke belasting? Uh, Ergens houdt het allemaal een beetje op. Je moet, dat, dat, je moet een stapje terug doen. En dat kan ook binnen zo'n team... Dat je een andere functie gaat doen. Maar ja, de politie is wat dat betreft een hele mooie organisatie waar alle kanten op kan. Um, zowel nationaal als internationaal. Maar ik had eerst toen zoiets van, um, ik wil even wat uh, regelmaat, um, wat overzicht. En toen ben ik les gaan geven aan uh, politieorganisatie. En dan ging het over procedures ontwikkelen, ging over schieten, zelfverdediging. Eigenlijk alles wat ik geleerd had bij een arrestatie, met overdragen En allerlei onderdelen binnen de politie. En het was uh, toen vier dagen in de week, uh, negen uurtjes per dag, en de rest was ik vrij. Had ik er nooit meegemaakt. Maar het gaf wel weer een reset van: hé, hey, uh, het geeft mij rust en ruimte om hele andere dingen te doen. Het geeft me rust en ruimte om over na te denken: wat wil ik? Um, het kwam ook achter dat ik sociaal dus mijn vrienden, familie, uh, meer aandacht uh, kon geven een soort het inhaalslag. En, um, maar tijdens, dus op die vraag terugkomen, tijdens een van die uh, schietles gaf ik les aan uh, bijles. Aan een uh, recherchechef die in een, van een cold case een onderzoek uh, vanuit het buitenland kwam. En uh, die had een aantal connecties binnen de undercover uh, eenheid van de Nederlandse politie. En je zei van ja, dat uh, zou wat voor jou zijn. En ik zat toen eigenlijk al wel te overwegen om misschien uh, buiten de politie iets te gaan zoeken. Uh, in coaching, training, eigenlijk was dat toen. En um, de, 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 de werkontdekmantel. En de werkontdekmantel was eigenlijk een eenheid die uh, lastig benaderbaar was. Want uh, daar werd je. Er kwamen we bijna geen sollicitaties uh, voor, of je werd erop gewezen en we moesten met een aantal mensen praten. En dan weet je, kom je heel langzaam, kwam je in dat systeem van de sollicitatie en verder in de uh, ronde op ronde. En ik wist dat de werkdruk daar ook wel redelijk hoog was. Dus ik dacht, ja, daar gaan we weer. Maar ik was toch wel nieuwsgierig van nou, oké, okay, wat zit er dan achter en uh, hoe loopt die procedure? Laat ik in ieder geval een paar gesprekken aangaan. En zo ben ik erin gerold, uiteindelijk. Ja, moest gaan, moest Hij dus, ja, ja, zijn lastig te, te vinden, die uh, undercover. -rijden. Ja, dat, ja, dat mag ik toch hopen? Ja, die zijn zeker lastig. Ja, klopt. Ja, ja. grappig. Ja. Um, Oké, okay, en toen, toen ben je daar dus uh, met die mensen in gesprek gegaan. Uh, en je gaf net al aan van, hey, eigenlijk was mijn voornemen om uh, een stapje terug te doen. Dat is trouwens ook grappig, moest ik ook op een rijtje. Je zei zo even amperzant, uh, ja, ah, vier, vier dagjes, negen uur, weet je wel, lekker, alsof we <laughs> lekker rustig. Ja, ja, het is voor klikken. een boel mensen gewoon een gemiddelde werkweek en daarna klopt, zijn ja. ze moe. Ja, ja. <laughs> dus dat is grappig. Dat is inderdaad wel, ja, ja klopt. Ja. Um, maar je, je kwam dus bij die eenheid en je kwam in gesprek met die mensen. Nou, blijkbaar is dat uh, wederzijds wel gevallen geweest. Um, wat trok je uiteindelijk toch weer terug erin? Dat je dacht, oh, maar dit is wat jullie doen. Dit wil ik ook doen. Hmm. Nou, het daarvan is: um, je, kan, je, kan eigenlijk, je bent op zoek naar het puzzelstukje wat ontbreekt in een opsporingsonderzoek. En daar kun je een belangrijke bijdrage aan leveren. Dus eigenlijk mijn drive naar de politie te gaan om wat te betekenen als het op het gebied gaat van onrechtvaardigheid. Uh, de maatschappij een stukje veiliger maken. Ik denk van ja, hier kan ik misschien wat verschil maken door uh, te zorgen dat het ontbrekende puzzelstukje op tafel komt te liggen. Hmm. Mag je praten over dingen die je daar hebt gedaan? Uh, als ik het kan, praat ik erover. En, uh, ja. sommige dingen kan ik, die zijn misschien nooit uitgespeeld of uh, hebben nooit een rechtszaak geleid. Dus daar kan ik moet maar dan lijkt het wel weten. Okay, wat ik het ja, dan. nee, omdat ik ben wel benieuwd naar uh, een concreet voorbeeld. Uh, wellicht geanonimiseerd. Uh, hoe zo'n undercover operatie, want ik heb natuurlijk een beeld van Hollywood van undercover operaties. Um, een eh, uh, rechercheur gaat voor langere tijd undercover bij een maffiafamilie en uh, ja. integreert daar in de ranken en uh, komt zo bij allerlei mm -hmm. informatie uit. Dat is hoe ik mij dat voorstel. Ja. Misschien kun je dat ook even nuanceren. Um, maar kun je eens een, een zaak uh, schetsen die jullie hebben behandeld waarbij een stukje undercover werk zorgde voor het missende puzzelstukje... Um, ja, weet je, het, het. gaat ook eigenlijk, misschien wel een ander voorbeeld binnen, maar ik denk een, een mooi voorbeeld daarvan is de, alles. De, 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 er zweeft zoveel informatie in de politieorganisatie en informatie moet getoetst worden. Dus kom bijvoorbeeld ergens een tip binnen, een anonieme tip van um, die persoon uit dat dorp um, of uit die wijk. Um, naar nou, die verdienst met het handelen in vuurwapens. Die vuurwapens worden ook gebruikt, zijn gebruikt, uh, worden aangeboden aan de groepering die liquidaties uitvoert. Eén um, ja, tip: uh, er zijn, wordt natuurlijk onderzoek gedaan door Cherse, die ja, deze, deze man is helemaal niet te linken aan uh, handel in vuurwapens, laat staan aan een groepering die uh, liquidaties uitvoert. Dus ja, uh, hier gaan we nooit verder komen uh, met alle andere opsporingsmethodieken en dan, dan zou je een, een undercover agent in kunnen zetten die gewoon eens gaat van kan ik dichterbij komen in die wereld, kan ik eens contact maken met zo'n persoon en eens kijken of, of die informatie klopt die, uh, die er over die persoon uh, verteld wordt. En, nou, de, de gaandeweg uh, ga je dan, maak je, je maakt plannen en zeg van nou, hoe komen we bij die persoon in zijn, um, in zijn periferie, hoe komen we met hem in contact. En um, er, zijn, er zijn ook een andere wetgeving omheen um, sinds de IRT-affaire, um, waarin heel goed getoetst wordt wat zijn, um, hoe ver kan je gaan, uh, wat voor toestemming heb je nodig. En je mag bijvoorbeeld niet uitlokken. Ja, uh, kun je nog heel even kort uh, afstoppen wat de IRT-affaire ook alweer was? Na de IRT-affaire, um, dat was toen in de jaren negentig, er waren allerlei um, opspoilingsmethodieken ingezet uh, door de Nederlandse politie. En dan ging het over doorlaten van drugs, um, containers vol mijn drugs die volgens uh, zoek raakten, uh, dus die belanden gewoon op de markt. En er werden mensen um, uh, beloond om daarin te helpen en informatie te geven er werden uh, bedrijfs opgezet om drugs te importeren en uh, verder te exporteren uiteindelijk was daar de controle zoek en um, er bleef ook maar weinig dossier over die leidde tot uh, aanhoudingen uh, en voldoende bewijs en dat is uiteindelijk uitgelopen tot een uh, parlementaire enquête waarbij de minister zegt van, ja weet je maar we kunnen nu helemaal niet controleren wat de politiemensen aan het doen zijn. Dit houdt niet meer stand voor een rechter. Uh, dus dan streep door al die methodieken. En uh, dit gaan we niet meer doen. En daar is een hele goede wetgeving of een betere wetgeving op geschreven. Van, nou, in, binnen deze kaders um, kan je wel uh, een curve-eenheid opereren, um, infiltratie uitvoeren, um, om tot bewijs te komen wat voor een, recht, uh, voor een rechtszaak gewoon stand houdt. Ja, en wanneer wordt het uitlokking dan? Ja, we, daar, zijn, daar zijn natuurlijk een aantal arresten over binnen, uh, binnen de rechtspraak. Um, kijk, uitlokking zit dan vaak in um, het feit van: ik hou jou uh, in één keer uh, voor van. Um, je kan nog veel beter geld verdienen door, uh, door een ecstasyfabriek hier neer te zetten pilletjes te gaan draaien, en je, moet je doen. en je hebt er nooit over gedacht. Ik denk van nou weet je dat heb ik nooit Ik zei nou je ga ik voor je regelen. Gaan we doen, moet je doen. En ik haal je daarin over. Eigenlijk lok ik jou uit in uh, om dingen te doen die helemaal nooit in je opgekomen zouden zijn. Ja. En, en, al, en als je bij als je spreken al, uh, stel je handelt in uh, wat gestolen goederen, gestolen fietsen. En ik zeg even, je kan je ook niet het explosieve leveren. Heb je nooit aan gedacht? Ik die nou, die Jeroen die betaalt heel goed voor die gestolen fietsen. Nou, misschien moet ik eens gaan kijken of ik me kan helpen met explosieven. En dan, als ik daar wat op ga drukken, lok ik jou eigenlijk uit... in andere doen voor andere strafbare feiten. Dan, want als je mij niet moed had, had je nooit uh, erover nagedacht. Dat is een beetje ja. de lijn daarvan. En de bescherming van... Eh, we hoeven mensen helemaal niet uh, nou, uh, op andere ideeën te brengen. Maar uh, dus uitlokken is, is daar een ding van, ja. Ja, het klinkt wel het meest in tegen eerlijk gezegd. Ja, ja klopt. klopt dus, Oké, okay, duidelijk. Um, maar toen ben je uiteindelijk bij die eenheid uh, ben je, um, aan de slag gaan. Oh ja, je had nog een ander voorbeeld wat je te binnen schoot. Kun je dat nog reproduceren? Uh, van, van die wapens bijvoorbeeld. Uh, we die... Ik weet niet of we die helemaal besproken hebben nu. Nee, nee, maar ging met het met ging het, om een voorbeeld gaat, waarbij gaat, dat puzzelstukje... Nee, je vijf... gaat, dus, gaat dus hier ga je kijken naar... Uh, met zo'n wapens ga je kijken, klopt die informatie? En dan... Uh, uiteindelijk, als ze inderdaad bij het kloppen en die persoon zegt van ja, ik kan je wel helpen aan, um, aan een aantal wapens of één wapen, nou, dan ben um, je in ieder geval die informatie, ik kom niet de informatie, je komt niet zomaar uit lucht vallen. Dan kan je overgaan tot het kopen van een uh, vuurwapen en misschien wel uh, tot meerdere vuurwapens. En dan heb je eigenlijk uh, genoeg voldoende bewijs uh, om een, uh, om een uh, strafrechtzaak uh, op te bouwen. Dat, dat, is, dat is een van de, de elementen. Andere elementen zijn, denk, uh, zijn denk, heel veel cold cases. Um, uh, bijvoorbeeld een moordzaak, een oude moordzaak, waarvan het dossier gesloten is omdat de verdachte uh, nooit in beeld is geweest. Um, of er wel aanwijzingen zijn geweest uh, naar iemand, maar niet voldoende is geweest om uh, dat bewijs rond te krijgen. ...daar zou je ook een uh, undercover traject uh, in kunnen zetten... ...om te toetsen van... ...of om te kijken van... Hey, ...klopt het nou wat onderzocht is... ...en waar liggen er uh, nog aanknopingspunten voor onderzoek? En daar zie je wel regelmatig ...dat je het ontbrekende stukje wel kunt aanleveren. Ik kan er niet een heel specifiek voorbeeld in noemen... ...maar um, de woord, ...wat je wel vaak ziet is van... Van, uh, bijvoorbeeld van een moordzaak worden veel dingen gepubliceerd. Uh, of het wordt het publiek gevraagd om mee te denken. Omdat er uh, in opsporing verzocht gevraagd wordt om een getuigenis. Of dingen die opgevallen zijn. Uh, uh, tot aan een dossier waar stukken in staan. Maar er zijn ook zaken die worden nooit naar buiten gebracht. Nou, als jij in één keer kennis draagt of iets uitspreekt uitspraak doet over die moordzaak... Uh, en over en we noemen dat uh, dadenwetenschap. Van dat kan alleen maar weten als je op die plek geweest bent. of betrokken bent geweest bij uh, dat delict. Want die heeft nooit. is nooit naar buiten geweest. Uh, nou, dat, dan kan ik jou koppelen aan het delict. Dat zijn eigenlijk die stukjes die. Uh... Ja, oké. Okay. Duidelijk voorbeeld. En nou stel ik me voor: ik zit uh, bij een uh, undercover unit. En uh, ik ga proberen om iemand. Zijn vertrouwen te winnen, want hè, over de loop der tijd steeds meer in zijn circle of trust te komen. Mm -hmm. Nou ja, dat lijkt me nog wel een. Uh, uh, dat is ook niet iedereen gegeven. Dat is basically con artistry. Dus je bent iemand uh, je bent iemand aan het connen van hé, hey, ik ben een goed gastje ja. vertrouwen en ik ben uit mm -hmm. om eigenlijk om je iets afhandig te maken, namelijk een stuk informatie of een stuk bewijs of wat dan ook. Mm -hmm. ja. Is dat iets wat, je, wat ze je kunnen leren? Ze zetten er psychologische trainingen aan vast. Is dat iets wat iemand gewoon... Sommige gasten hebben dat, hè? De gift of gab. Die kunnen gewoon ja, langs maken. Ja. Is, is het zoiets? Hoe werkt dat? Uh, poeh, ja, een combinatie van een aantal factoren. En er zijn natuurlijk dus een aantal uh, eigenschappen die je al zelf bezit. Maar um, als je heel makkelijk praat, uh, wordt de uitdaging om goed te luisteren. Dus uh, stel als dit een, een curve traject zou zijn... En, um, ik loop hier weg en ik word gevraagd door het team van, ja, maar wat heeft hij uh, allemaal tegen je gezegd dan? Wat heeft hij allemaal gevraagd? En ik kan nog maar één antwoord produceren of één reproduceren. Dan, ja, dan heb ik de, de aandachtspannen van luisteren en informatie opslaan, uh, wordt hem vrij lastig. Ja. Dus, uh, maar er zit een opleiding aan vast uh, waarin je daarin getraind wordt. Uh, er zitten ook allerlei handige foefjes aan vast uh, um, om te zorgen dat je... Um, dat je informatie kan onthouden en kan, uh, kan borgen, zeg maar. Oh, dat is interessant. Um, kan je daar iets over zeggen? Want dit is gewoon een, een algemene skill. Dus het zegt eigenlijk niks over je SOP's. Nee, weet je, ik, kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld van. Uh, het ligt ook een beetje aan uh, hoe ga je een gesprek in? En wat zou ik van jou willen weten? Wat is de doelstelling van ons gesprek? Wat zou ik van jou willen weten? En als dat uh, uh, een onderwerp is. Uh, nou, waar, waar koop jij je koffie? Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, het belangrijkste punt van ons gesprek. Dan denk ik, oké, okay, ik ga alleen maar onthouden. Uh, straks als die vraag als ik hem die vraag stel, waar koop je je koffie? Uh, dat en de rest is bijzaak. Mm -hmm. Ja, dus, je, dus je gaat je gaat en Dat dat is dan iets waar je zegt, nou ik, wil, oh, dat hoef ik wel te onthouden. En daar, daar kan ik wat over vertellen straks. Uh, je kan nooit in één gesprek en, uh, als je al geheimen wil vertellen. Uh, ...reproduceren, en daar gaan allemaal stappen overheen. Ja. Dus dat is en, een tactiek uh, die je erop loslaat dan. Ja. En, en iets wat ik me ook bij voorstel... ...maar misschien ook gewoon Hollywood... ...is de hele techniek van... ...kijken hoe iemand praat. Uh, je hoort dan dat van, als hij linksboven kijkt... ...dan weet je dat hij aan het lullen is. Ja. Als hij rechtsboven kijkt, dan weet je dat hij aan het Een natuurlijk. Daar kan je... Het ja. is ook belangrijk om dat mee te nemen... In, uh, ...in een contact tussen mensen. Er wordt ook heel veel geroepen van... Um, kunnen we niet alles technisch vastleggen? Stiekem opnemen, uh, filmen. En, um, ja, dan. dat is er een. Uh, <laughs> die is interessant. Uh, ik hoorde laatst laatste, namelijk dat er algoritmes zijn. En dat uh, is heel handig voor de politiek, vermoed ik. Dan kun je video doorheen halen en dat ding analyseert lichaamstaal, intonatie, stemvolume, ja. oogdilatie. Uh, en dan kan hij je uh, gewoon met 98% zekerheid zelf deze meneer aan het liegen is of niet winken ja. <laughs> shit, maar fantastisch voor ja, justitie stellen. Zeker zo voor, ja, ja. ja. interessant. Um, maar dat is, dus een, dat is dus wel degelijk een, een soort opleidingspakket wat, uh, ja, wat mensen word je getraind, opgeleid. En er zijn ook een paar eigenschappen die je, die je wel moet uh, bezitten om uh, ook als je onder spanning werkt. Van uh, je luistert je dan nog wel, kan je dan nog wel uh, de juiste aandacht geven en een gesprek voeren. Hoe, hoe test je dat af? Hoe je dat afgetest. Ja, we waren laatst bij de EOD en uh, die waren we redelijk simpel. In. Iedereen die dit doet, die moet dat pak meteen aan. Gewoon dag één, laten we hier een paar moeilijke dingen mee doen. Want niet iedereen kan dit. Sommige mensen gaan helemaal op slot als ze in zo'n pak zitten. Dus ja. dat moeten we zo snel mogelijk weten. Want we zijn er ook wel eens aan het eind achter gekomen. En dat bleek niet opportun. Um, want dan heb je al een heel track gehad. Ja. Dus, dus hoe, hoe, hoe check je zoiets aan de voorkant? Of weet je het eigenlijk pas echt als je er, eraan gaat staan? Ja, daar zitten eigenlijk allerlei deskundigen omheen... die uh, daar de selectie van doen en een stukje opleiding verzorgen. En uh, ook bepaalde competenties uh, testen. En dat doe je eigenlijk uh, bij wijze van spreken... van een test invullen achter je laptop... tot aan in allerlei situaties gebracht worden... met een acteur of... Uh, Ergens random uh, in een andere situatie. En probeer je daar maar uit te redden. Of probeer je maar eens contact te maken met mensen. Kijk hoe mensen reageren. Wat voelde je zelf in die situatie? Hoe ging je daarmee om? En zo kom je een stukje bij beetje. Kom je ja, tot, tot iets. waar je zegt. Nou, deze persoon past wel. Is wel geschikt voor dit werk. En die andere wat minder. Of die moet daaraan werken om daarin te verbeteren. Ja, ja ik moest lachen. Omdat het me deed denken aan een uh, boek. Dat ik uh, vroeger heb gelezen. Uh, het, het heet The Game. Oh, dus de auteur uh, was een, uh, een, ja. uh, iemand uh, van de Rolling Stone. En uh, die heeft de pick-up artistry scene verslagen. Ik weet niet of je dat kent. Uh, dan leerde je in principe had je van die goeroes en die leerden dan mensen verleiden. Um, maar wat ze daar heel erg belangrijk bij vonden, was, was inderdaad je blootstelling. Uh, gewoon in allerlei situaties moest je eigenlijk gewoon proberen om rapport op te bouwen met mensen. Dus een soort verbinding van mm -hmm. lichaamstaal en dat soort dingen. En dat was, vonden zij, iets dat je door vooral metertjes te maken echt best wel goed kon trainen. Ja. Door jezelf ja. in allerlei situaties te ja. gaan als gesprek aan met iemand die daar gewoon willekeurig zit over iets. Ja. Uh, zonder verder intenties, maar gewoon gaat het gesprek ja. maar aan. Ja. Uh, en, en dan uh, overkwam iets en dat noemden ze dan approach anxiety omdat als je de eerste stap maakt naar iemand, zit er altijd een soort inherente angst voor afwijzing. Ja. Maakt niet uit of het romantische ja. interesse is ja, of wat ja, dan ook. Ja, ja. Dus, uh, ja. ja en, en ja. Ja, dat deed me aan denken. Als je maar die ja, nummertjes klopt. maakt, kan je jezelf daarvoor ja. uh, conditioneren. Leuk, ja. ja. Ah, top. Um, ja, en dat is iets wat denk ik in alle situaties gewoon waarde heeft. Ja, klopt. Hmm. Um, ben je zelf ook in de koffer gegaan? Nee, ik heb, ik heb uh, de operatie aangestuurd. En um, soms zat ik heel dichtbij... Maar ik heb nooit direct één op één contact met het kind gehad. Je zat in het busje een stukje verderop met de kop Bijvoorbeeld met het AT. Ik vond ernaast. kroeg daarnaast. Ja, en als het gaat om het aansturen en coördineren van dat soort operaties. Wat is dan het grootste verschil met betrekking tot het werk wat je deed in het AT? Misschien doe ik wederom een aanname, maar... undercover-operaties lijkt mij misschien ook nog wel een factor X complexer. Mm -hmm. Ja, is dat terecht? Ja, ze zijn op allebei de front... Uh, zijn, zijn de vakken apart complex, denk ik. En uh, niet helemaal naast elkaar te leggen. Terwijl uh, het werk bij een AT natuurlijk meer het fysieke component heeft... Uh, dan bij uh, het undercover-werk. Maar... Uh, Misschien is het grootste verschil wel dat uh, de operaties van een undercover eenheid uh, zijn vaak veel langer en in brokjes verdeeld. Het uh, vraagt veel meer uh, om mentale inspanning dan, uh, dan, dan eigenlijk de korte acties die bij een arrestatieteam uh, zijn. Dat is klaar en dan stopt dat. Dan ga je naar de volgende actie. En bij zo'n eenheid uh, kan het gewoon zijn dat zo'n ja, ik ben afhankelijk ook van, uh, van wanneer jij contact met mij opneemt. Uh, als wij uh, chimera zaken willen doen. Uh, en wanneer gaat dat dan plaatsvinden? En waar gaat het plaatsvinden? En kunnen we dat dan zo plooien dat we dat uh, morgen uit kunnen voeren of volgende week? Uh, er zijn allerlei factoren die uh, met de tijd gewoon doorlopen. En uh, Het vergt, denk ik, best wel veel. Dus mentale inspanning, ja, wat is de vorige keer gebeurd? Uh, waar moeten we weer oppakken? Um, je moet je leugens onthouden? Ja, je moet veel houden. Uh, je moet de aansluiting vinden. Je moet weer een stapje verder. Er zit een druk op van een, uh, nou, een recherche-team en van een officier van justitie. Ja, wanneer gaan jullie resultaat boeken? Want het onderzoek kan niet in lente, lengte tot dagen doorlopen. Uh, we hebben er allemaal deadlines voor. Dus ja, die druk speelt mee. Uh, tenminste, je speelt niet mee met, met uh, hoe je de operatie uitvoert, maar die voel je. Dus dan moet je zeggen, van, ja, weet je, je kan op je kop gaan staan, wij spreken. Maar wij, wij kennen geen deadline, want dan heb je je resultaat niet. Je ja. moet die ruimte kunnen oprekken. Um, daar zit het verschil in, denk ik. Um, het, is, het is meer mentaal, meer, uh, de actie is wat minder... Dus je hebt de actie die is gespreid over uh, lange periode. Ja, volgens mij resulteert het juist in een actie. Dus als jullie een stukje bewijs vinden, dan kunnen... Je ja, daar komen ineens kom op komen. Ja, kom proppen, dan. ja klopt. Ja. Ja. trouwens, Voordat ik het vergeten te vragen, want dat, was, dat schoot er straks nog door mijn hoofd. Waarom is het altijd om vijf uur dat ze aan je bed staan? Is daar een reden voor? Komt oh, ook nee, 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 wel eens het is, om, om kwart voor acht of is het altijd... Nee, het is <laughs> ja. niet altijd om vijf uur. Dat zou, dat zou ook nog een keer kunnen zijn natuurlijk van... Uh, uh, dat je dan als behoefte je wekker kan zetten om half vijf. En, uh, oh, ja, dus, uh, ja, er staat <laughs> geen bus in de straat. Oh. Oké, okay, ik kan weer naar ja. bed. Uh, nee, eigenlijk, eigenlijk is dat. Uh, je, zit, je hebt natuurlijk uh, juridisch zit er nog wat regeltjes aan vast. Wanneer mag je wel of niet een woning binnentreden? Nou goed, met een gevaarzetting. Uh, van het ver, type verdachte... waar je als arrestatieteam mee geconfronteerd werd. Um, zat daar veel meer ruimte in. Maar het gaat er meer om van. Uh, iemand met een uh, normaal patroon tussen vier en vijf uur, uh, of wat is het, half zes, uh, zes uur, um, zit dan in zijn diepste slaap. Dus is het effect maximaal is ja, dus die effect. <laughs> uh, dat, dat iemand een uh, tegenactie kan doen, die kans is veel kleiner. Ja. En, uh, dus, maar dan is het ook al, uh, dus ik zeg normaal patroon. Dus het is belangrijk dat je in je hele voorbereiding wel kijkt van uh, hey, onze. Dat persoon die we gaan aanhouden. En wat voor patroon heeft hij? Misschien heeft hij al als omgedraaid, slaapt hij overdag en is hij s nachts vooral actief. Nou, dan moet je, je plannen aanpassen. Mm -hmm. um, maar in principe is dat ooit als staaf, nee, uh, in die periode 4 en 5 uh, zitten mensen in een bepaalde remslaap, waardoor het direct reageren op de situatie uh, lastiger is. Ja. Ja. ja, dat is niet het soort werken wat je wil. Nee, dus. Politie, uh, een politiewerk. Ja. Oh, shit. Nee, klopt, ja. Interessant. Ja, ja. Um, Oké, okay. dan. Um, oh ja, hier wilde ik iets over weten. Um, als het gaat om zowel het AT-werk als het normale politiewerk als uh, undercoverstok, denk ik dat vooral in de laatste 10, 20 jaar technologie uh, het speelveld ook wel een beetje veranderd heeft. Mm -hmm. um, hoe paranoia mogen wij zijn als gemiddelde burger als het gaat om de vermogens die dat soort instanties hebben om bijvoorbeeld uh, mee te kijken op je laptop of uh, je telefoon op afstand, uh, de microfoon aan te zetten, zijn dat. En ik snap dat dat gerechtelijk beschermd is. Maar zijn dat opties waar justitie echt over beschikt of zijn dat fabels? Um. Nou, het, begin, het ligt altijd aan um, het feit, dus het strafbare feit. Um, de feiten die daaronder liggen. Dus welke, um, heb je hier met terrorisme te maken? Of heb je hier met een winkeldiefstal te maken? Om zo gek scherp te zeggen. Um, en uh, ik denk dat het ook belangrijk is, altijd afvragen: uh, heiligt het doel de middelen? Dus als je het op een, uh, met een techniek zo kan uh, in kaart kan brengen uh, dat daardoor allerlei risico's afnemen. Hè? Zowel voor, de, voor, de, voor een verdachte of van, voor zijn gezin. Dan wel voor het team wat naar binnen gaat... om of het op een team, actie van een arrestatieteam te houden. Of dat het misschien heel kostenbesparend kan zijn... Uh, voor, een, uh, voor een justitieonderzoek. Uh, ja, denk ik dat, dat het allemaal best wel ver gaat. Natuurlijk moet je steeds kijken naar... Um, je moet het juridisch toetsen: van klopt dit volgens wetgeving? Uh, vaak vindt een rechtercommissaris er iets van. Of kunnen we dit middel inzetten? Kan ik meekijken op je laptop? Uh, uh, kan ik dat straks in een rechtszaak uitleggen? En, ja, ik, ja, ik denk als je. Uh... Maar dan is het uiteindelijk allemaal getoetst. Dat is, dat is denk ik een, uh, uh, belangrijk in ons. In ons rechtssysteem dingen worden getoetst en uh, worden nou um, op papier gezet of worden um, uh, of je wordt daarmee geconfronteerd dat je onderzocht bent als persoon. Ja, maar maar het was geen direct antwoord op mijn vraag. Nee, ik dus, dus ik, ik dus, zou dus, ook een vraag zoeken uh, nog. Maar. Ja, <laughs> <laughs> maar de, de, dus stel je toch eens voor ik zou echt een bad guy zijn en ik ben allerlei uh, slechte dingen van plan met explosieven en zijn uh, heel duidelijk. Uh, maar je mist nog iets. En je denkt dat je het kan vinden op mijn laptop. Je, kan justitie dan op mijn laptop komen? Zijn daar backdoors voor? Of ben ik met mijn VPN en mijn virusscanner daartegen beschermd? Uh, Is er een reden om ik? mijn webcam af te plakken, vraag ik mij af soms. Dat weet ik ook niet. We gaan, gaan natuurlijk heel veel. Uh, ik ben helemaal niet zo IT onderlegd eigenlijk. Okay. <laughs> ja, maar ik, je, plak, ik plak, ja, plak je, je niet druk op. Als we zeggen, zeggen, ja, je moet je webcam afplakken, dan ja, plak ik hem ook af. Uh, want uh, je kan gehackt worden. Ik denk, ik denk heel eerlijk gezegd dat. Uh, uh, nee, laat ik eerst even je vraag. Ik denk nog steeds dat. De te, natuurlijk, de techniek ontwikkelt zich. En er wordt binnen ons uh, juridisch bestel, want in Nederland in ieder geval, met, echt met zorg gewogen van wat is uh, toelaatbaar, hoe groot is een schade of inbreuk op privacy. Mm -hmm. um, uh, hoe ver mag je gaan als overheid om een bepaalde bewijs te verzamelen? Die vraag is er steeds en uh, die wordt heel integer tegen licht gehouden. En, en uiteindelijk uh, gaat daar een rechter uh, of een advocaat iets van vinden. Uh -huh. Dus uh, je moet echt wel met een heel goed verhaal komen waarom ik op jouw laptop heb meegekeken. als die techniek uh, inderdaad kan, ondanks dat je alles, alles afgeschermd hebt. Um, dan, als het uitlegbaar is en het, is, het, is, het, is, het houdt ook stand als bewijs, dan is het een prima techniek om toe te passen. Mm -hmm. Maar het is niet zo um, dat er maar lukraak uh, mensen worden meegekeken op laptops of andere technieken worden toegepast. Daar gaat echt een hele toetsing aan vooraf en een weging aan vooraf. Ja. Omdat het verre inbreuken zijn op privacy. Ja. Ik maak me eerder zorgen uh, omdat je, dat je gehackt wordt door een, een, een hackersgroep uit het buitenland. Uh, omdat je geen uh, veiligheid op je uh, apparatuur hebt staan en dat je door uh, de overheid gehackt wordt en uh, in één keer jouw gegevens op straat liggen. Ja, nou ja, je, je zei de juiste, integriteit. Daar wil ik het wel even wat langer over hebben, omdat, um, maar het zou je vast niet ontgaan zijn dat we ik weet niet, vooral tijdens COVID zaten we best wel in een tijd van uh, uh, maatschappelijke turbulentie. Mm -hmm. En uh, toen werd er op een bepaalde manier naar onze overheid uh, gekeken en um, dan is altijd uh, dan krijg je cartoons en dan zie je de rijke mensen bovenaan staan en die worden dan omringd door een, een, een set aan soldaten en militaire mensen van justitie met wapens en dan onder zie je dan altijd de burgers uh, zo van ja je komt toch nooit bij de rijken en de mensen met macht want die worden beschermd door justitie en defensie en ik vind dat altijd zo'n gelul um, omdat ik zei er straks al mijn vader is politieagent geweest en ik weet daarvan dat is gewoon een vent gewoon een man heeft een gezin, mm -hmm. houdt die van, uh, wil ook gewoon een normaal leven leiden. Uh, en ik kan me niet voorstellen dat als een overheid echt, echt, echt tyranniek was. en het was super duidelijk dat ze de bad guys waren. dat hij het in zijn hoofd had gehaald om ooit maar op eigen volk iets te doen. omdat nee, snap je? Ja, uh, maar dat is wel iets waar ik best wel luidruchtige stukken van de populatie um, bang voor zie zijn. Uh, zo ja, maar je komt er toch nooit bij. Je kan die lui niet uit hun stoel wippen en zo. Want uh, en dan zie je van die opnames van een me groep die protestant in elkaar staat te beuken. Um, mm. Er zijn beelden hier in Nederland van uh, een incident waarbij een oude man slaag kreeg van politie te paard. Mm -hmm. um, dus sommige mensen maken zich daar heel, zo, heel erg zorgen over. Maar ik denk dat ja, maar volgens mij als je met gasten, we, we spreken wel eens operators, zijn ook gewoon normale dudes. Um, kun je daar iets over zeggen? Dat, ja, kun je daar eens iets over zeggen? Um, ja, ik schiet me een paar dingen omhoog mijn hoofd van, kijk, wat je ziet tegenwoordig, als we over techniek praten, uh, burgers filmen ook van alles een beetje. Er hangen over cameraatjes, uh, telefoon, dus je het echt goed ook dat er dingen vastgelegd worden en gefilmd worden. Um, bijvoorbeeld met, met die, uh, maar dan baseer ik me alleen maar op de dingen die ik gezien heb op tv. De rellen met, uh, rondom uh, demonstraties. En daar, daar moet je zeker iets van vinden. Uh, qua geweldstoepassing. Dat ja. moet je zeker onderzoeken. Um, uh, en daar moet je ook zeker tegen protesteren. Dat vind ik, daar ben ik helemaal mee eens. Alleen puur oordelen op één beeld, uh, stukje beeld vind ik altijd wel lastig. Je weet niet wat eraan vooraf gaat. Is gegaan. Um, als ik even vanuit politiezijde uh, praat, ik heb ooit in, jaren terug ook bij een mobiele eenheid gezeten, en uh, het is verre van mobiel, want je staat gewoon daar te wachten uh, totdat een burgemeester een uh, commissaris besluit van ja, nu moet het plein schoon. En uh, ondertussen krijg je heel veel uh, beledigingen of stenen naar je hoofd. Uh, je wordt bedreigd, je wordt bespuugd. Um, en als je het hebt over dat zijn ook mensen, ja weet je, die staan daar met adrenaline level uiteindelijk van. Uh, ja, je staat hier alles mij te verwensen. En als, ik, als straks het lichtje op groen uh, springt... dan uh, jaag ik jou het plein over. Uh, Ergens is dat geen geruststellend antwoord op de vraag die ik had. <laughs> nee, maar dat is, dat is het menselijke aspect. Ja, nee, ik snap het. En, uh, wat ik daar wel van vind, is dat je... Um, uh, Zo'n menigte wordt ook vaak geroepen van... Um, uh, heel veel waarschuwingen gaan er vooraf... Uh, Ga alsjeblieft naar huis. Het is nu klaar. Je hebt je punt gemaakt. Maar ga naar huis. Anders gaat, wordt er geweld gebruikt. Want eigenlijk moet de plein schoongeveegd worden. Nou, dat. Uh, als je dan nog denkt van ik blijf lekker staan. Uh, ja, dan, dan ontstaat er een spanningsveld waarin geweld gebruikt wordt. En hoe ver ga je erin? En uh, hoe ver mag je gaan? Ik vind zelf dat uh, uh, het best wel. Zoals uh, ik zelf een mobiele eenheid. best wel raar is als je. Uh, daar al zoveel uur staat en je staat daar te koken voeren omdat je alles naar je hoofd gooit. Dan spring je licht op groen en volgens moet, je diezelfde, moet diezelfde persoon het uh, plantje. Ja. <laughs> ja, dat ik. <vindt>, uh, <laughs> ja. off-camera. <laughs> nee, voor, voor, dan moet diezelfde persoon moet, uh, uh, die demonstrant van het veld uh, halen. Ja, dan, dan zit daar iets in. Dat is even een menselijk respect dat iemand misschien uh, harder slaat of verkeerd slaat. of... Uh, en denk, ja, daar kan je iemand op beoordelen. Maar je kan ook zeggen, als organisatie, dan weet je, ik vervang dat hele team. Ik zet er een nieuw team neer. En die gaat uiteindelijk het plein schoof Ja. En maar, ik, ja, Weet je, dit, ik, het is een breed onderwerp. En ik denk ook, van, ja, jongens, uh, onderbezetten, de demonstreren is een, is een recht. Uh, ja. Maar moet dat dan midden in een centrum zijn? Moet het dan. Uh, je kan er allerlei. Uh, afspraken ook nog een keer overmaken waardoor het voor alle partijen een stuk veiliger is kan zijn dan uh, dat het helemaal uit de hand loopt en uh, dat zo'n demonstrant uh, door het lint gaat of misschien wel een politieman die er wel opgeleid is net te ver gaat kijk wat, wat ik nu zeg over een politieman maar ik denk dat mijn demonstrant zelf is die loopt ook over van woede en dat gaat ook koken en die is ook niet meer voor reden vatbaar en die roept misschien ook iets uh, wat hij normaal leven niet zou roepen. Of die gooit ook met iets wat hij normaal leven niet zou roepen. Ja. Um, ja, maar door mijn maar. contact met mensen die in dat soort werk zitten, heb ik nog steeds, en dat is een beetje het ding, en dat zie ik soms een klein beetje weg zijn bij mensen, heb ik het vertrouwen nog steeds dat al zou zo'n incident gebeuren, dat er genoeg integriteit binnen die eenheden zit om ook dat in te zien na de tijd, daarop te reflecteren, uh, daarop aan te passen, misschien andere dingen te verzinnen. En op het moment dat ze echt geloven dat die protestanten. Het bij het juiste eind hebben, dat er misschien niet op dat moment, maar daarna zeker een soort check komt. Denk van: Ja, maar wacht eens even. Sta ik hier wel de juiste mensen uh, van het plein te vegen? Dus wat, wat ik probeer te achterhalen bij is: Ben ik naïef als ik denk, nee, nee, die lui die voeren blind opdrachten uit? Of er zit ook wel een soort zelfregulerend mechanisme in, dat als het echt heel onredelijk wordt, het verzoek vanuit de overheid, dat die gasten dan zeggen: Ja, doei, dat gaan we echt niet doen. Of ben ik dan naïef? Nee, nee, maar ik denk dat. Maar dat blijkt uit eigen ervaring van met wat, ik dan, wat je ziet met demonstraties of uh, nou, voetbalwedstrijden. Ja, uh, ik denk dat 90%, of misschien wel 99%, maar in ieder geval meer een deel, uh, zit daar met de beste intentie. En uh, als je het ergens niet mee eens bent, moet je het laten merken. en Dan moet je protest aantekenen, dan moet je demonstreren. Uh, maar er zit altijd een groep bij die de aanleiding pakt om uh, uh, de boel te verstoren. Of daar met andere intenties staat. En um, ik denk dat je dat eerder um, zou moeten kunnen onderscheiden. Of daar moet in moet grijpen. Want kijk, eigenlijk zo'n demonstratie wordt in principe door een uh, burgemeester vergunningen afgegeven. En ik vraag, ja, weet je, prima. Uh, deze organisatie vraagt aan. Heeft geen enkele, en enkele uh, connectie met uh, geweld. Uh, inderdaad, uh, goed punt. Vrijheid van. Uh, Vermeningsuiting, je moet daar gaan staan en dat gaan we met, op deze manier begeleiden. Als er meteen al allerlei paarden, bereden, politie, uh, dus, uh, waterwerpers bij moeten, et cetera, wordt die vergunning al niet afgegeven. Natuurlijk, ik wil je wel het rekening houden dat iets gaat escaleren, maar vaak is de kleine groep die het verstoort voor een grote geel. Ja. En um, ja, weet je, ik denk alleen, het heeft vanuit mijn expertise. Het heeft geen zin om daar op zo'n plein te blijven staan. Denk, nou, kijk wie het langst volhoudt. Uiteindelijk verlies je het als demonstrant. Denk, ja, dan heb je je punt niet meer gemaakt. Het, het wordt voor niemand... Geen enkele, in dit geval een M.A.'er, uh, vindt het leuk om iemand te slaan of uh, iemand het plein over te moeten jagen. Die wil ook gewoon naar huis. En die wil gewoon met, uh, met, met, met plezier terugkijken op een dag dat iets goed verlopen is. Uh, dus niemand vindt het leuk om geweld te gebruiken. Dat is ook niet de intentie van de overheid en uh, dus ja ja helder um, nou ja, nogmaals de reden is uh, dat ik het er zo over wilde hebben is omdat ik ik heb daar wel een stellig geloof in dat dat inderdaad klopt en dat die integriteit er gewoon is en, en daarom heb ik ook ja, een vertrouwen in dat soort structuren zo van ja maar dat hoeft allemaal hè? zoals je dan meer die van de politie denk jij ja, hop. De, we niet. hebben we hebben natuurlijk een systeem en um, um, waarin iedere klacht in feite tegen de overheid wordt onderzocht. En misschien is dat even voor de politie het meest, meest tastbare uh, voorbeeld. van Als je weer gaat tussen de demonstraties, dat er veel geweld gebruikt wordt, wordt dat onderzocht. En um, als er iemand verantwoordelijk wordt dat daar iets mis is gegaan, wordt daar iemand ook ter uh, verantwoording voor geroepen. Tot aan gestraft, bij wijze van spreken. Dus dat controleorgaan op de, nou in dit geval op, de overheid is ook de enige die gewasmonopolie heeft in Nederland. Uh, en, maar dan, het is prima, maar dan moet je dat wel um, controleren. En naar het systeem aan hangen Waar je zegt: van, Nou, dit is een integer systeem. En we proberen dat uh, als een klacht is goed te onderzoeken. En de tevredenheid van alle partijen daar consequenties aan te verbinden. Ja, ja het, in dat opzicht. Um, eens. En ik denk ook dat dat de manier is om, om het te doen. En ik denk dat uh, vrijheid van meninguiting ook een van de grote schoenen is die je inmiddels protest um, en stemmen en dat soort dingen gewoon Zeker. goed kunt ja. uiten. Maar ja, ik geloof tegelijkertijd ook um, dat in elke maatschappij malefiede actoren zijn die het feestje verpesten voor anderen. Mm -hmm. um, en daar moet je wel iets voor hebben. Dus uh, dat op zich, ja, ik blijf erbij dat, dat, dat het nodig is. Alleen ik vind het soms wel jammer om te zien dat het vertrouwen. Um, maar ik weet niet of jij dat zo ervaart als iemand die erin heeft gezeten, maar ik zie sommige mensen daar heel cynisch in zijn. Is dat iets wat jij merkt? Uh, cynisch? Of, uh, wie bedoel je cynisch? Nou, ik, bijvoorbeeld, dan kan je het hebben met mensen over politiek. En dan kan je het hebben over herverdeling van rijkdom. En uh, zeg maar als het echt onrechtvaardig wordt, er tegen opkomen. Kijk naar de boerenprotesten. En dan is er uh, direct altijd een paar van mensen: ja, maar dat ga je toch niet lukken, want uh, als puntje bepaaldje komt, dus het is het gewoon het. Uh, het leger. En, en dat vind ik jammer dat dat vertrouwen zo aan het ja, weghebben is. Ja. Ja, en, en het is nog. Het is vertrouwen, maar het is ook. Uh, een misschien wel een fenomeen van hoe ver wil je gaan, of durf je te gaan, of uh, ga je om je punt te maken. Ja. En uh, ik ben wel heel erg van de fair play. Het is wel idealistisch in de zin daar uh, over fair play. Van, um, als je het ergens niet mee eens bent, neem bijvoorbeeld nou, in dit geval boerenprotesten. Ik vind dat je altijd, je hebt, je hebt altijd invloed. En je, uh, hoe beperkt misschien, of hoe groot ook. Maar je hebt misschien wel meer invloed dan dat je denkt. Hm. Uh, en, uh, dat er misschien niet altijd meteen naar je geluisterd wordt, dat is, uh, kan frustrerend zijn. Maar je kan altijd op een bepaalde manier je invloed laten zien uh, of je punt maken. Um, maar we hebben het altijd nog over uh, een, stukje, uh, nou, een stukje menselijkheid als het gaat om van uh, iemand doet iets vanwege zijn werk, vanwege zijn beroep. Um, uh, neemt een besluit of uh, is de spreekbuis uh, is nam namens iemand. En um, daar mag je niet mee eens zijn, daar moet je dan ook wat van vinden. Maar als je dan kijkt naar uh, de lijn dat mensen uh, privé worden lastiggevallen. Uh, dat je uh, je gezin wordt bedreigd, uh, dat je huis wordt besmeurd, denk ja uh, daar ga je geen sympathie mee uh, wekken bij anderen en sterker nog je gaat je doel helemaal niet meer bereiken, want dan uh, wordt de situatie zo bedreigd en uh, uh, groot, dan moet er andermatig genomen worden. Laat staan dat uh, de eerstvolgende uh, of voor zo'n functie zegt van joh, ik uh, pas ervoor. Want ik heb helemaal geen zin in die podcast. Dus je democratische bestel om helemaal door te trekken, uh, gaat wankelen. Op het moment dat je zo ver gaat uh, om je punt te maken. Ja, dat is wel iets wat ik in de praktijk heb gezien. Geen details, maar never fuck with the Cops Family. Want uh, dat vinden ze niet leuk. Snap je? Dus als je van de, vanuit de uitvoer van je werk, ja. ineens in je privé ja. wordt aangesproken, ja ja dan willen ze toch vaak wel even een punt maken tot hier en niet verder, want uh, dit gaat we zijn professionals en we proberen ja. al ons werk te doen ja. uh, tot hier en niet verder. En ik vind dat terecht. Ja, weet uh, je, ja, je ziet hem die lijn zie je ook in uh, of Ik uh, um, zag het frame misschien bij politiemensen. Uh, maar ik geef nu zijn er uh, dossiers van officieren van justitie waarbij die anoniem zijn gemaakt of met een nummer zijn gemaakt, dus er geen namen in van officieren van justitie. Oh. Um, maar hoe ver moet je gaan uiteindelijk? Je kan moeilijk een rechter anoniem gaan maken, je kan moeilijk een minister. Anoniem, dus, maar je moet mensen wel beschermen van uh, jij voert dat werk uit. Ben je het niet mee eens? Doe je het niet goed? Uh, is dit de procedure om daarin uh, tegenin te gaan? Protest aan te dienen? Uh, klachten in te dienen? Um, en dat moet goed geborgd zijn qua integriteit. Dus die weg kan je gaan, maar je komt niet in een, de privé-area van die persoon. Nee. Maar ja, dan heb je mensen Onda. zoals uh, Ridwan en die uh, hebben daar lak aan, snap je? Ja. En uh, die zeggen dat zijn mensen die martelkamers inrichten. En dan kan ik me eigenlijk ook ergens wel weer voorstellen dat iemand heeft van shit als deze mensen achter mij aankomen, um, ja liever niet. Dus ik snap het wel uh, dat mensen daarvoor kiezen. Maar de vraag is dan hoe kun je uh, ervoor zorgen um, dat dat Welk afschrikmiddel kun je dan gebruiken? Dus wat, wat, wat kunnen wij doen om het weer veilig genoeg te maken zodat het eigenlijk niet nodig is? En ik vraag me af: ja, ik weet niet of dat kan zonder heel cynisch te willen worden. Natuurlijk, nee, nee, ik denk, <laughs> nee helemaal niet. Idee. Ik denk dat je kijk, het is goed om daarover te praten met elkaar. Hoe denken we erover als maatschappij? Um, uh, waar, liggen, waar liggen de grenzen? Uh, hoe we willen leven met elkaar? Waar, waar willen we naartoe als maatschappij? Tot aan. Um, Kom je wel weer bij een overheid die zegt van ja, maar wacht even. Dit zijn de spelregels die afgesproken zijn en daar heb je aan te houden. En um, of je nou protesteert of dat je nu uh, lid bent van een criminele organisatie. Uh, als je, ja, weet je, ik denk dat het ook wel gaat van, um, daar vind ik wel een overheid op aangesproken worden. Soms lijkt je te ver gaan. Een criminele organisatie... Uh, Um, groeit niet van de een op de andere dag. Dat gaat heel geleidelijk. Die zijn heel voorzichtig en uh, die, worden in één keer heel groot. die worden dan in één keer heel groot over een tijdsbestek van jaren. Um, die ontwikkelen zich. Uh -huh. Maar als je daar te weinig aandacht aan hebt besteed uh, of denk van wel, dat onderzoekje is helemaal niet van belang, laten het doorchudderen. En iemand wordt zo groot um, en heb je ze te slapen. En, um, ook dat is in ons systeem. Dan mag je eigenlijk wel zeggen zeggen: Wacht even, wie waren we daar toen de tijd verantwoordelijk voor? Wie hebben we daar de andere keuzes gemaakt? Op welke gronden um, kunnen we daarvan leren? Of kunnen we daar nog een keer elkaar op aanspreken? Ja, preventie van. Oké, okay, dus het antwoord op de vraag is: Hoe voorkom je dat? Zorgen dat er geen organisaties zoveel macht en zoveel uh, invloed krijgen dat ze op zo'n manier een gevaar kunnen zijn voor je rechtsorde. Basically. Ja, klopt. Ja, ik vraag me af of dat ook, uh, ik denk dat dat ook verandert is over de loop der tijd. Ik probeer even, uh, even terug te halen uit mijn geheugen waar dit relevant was. Maar er, er staat wel iets van bij dat volgens mij in de good old days, bijvoorbeeld in uh, Amerika, was het ook zo. Uh, volgens mij was dat met uh, mafiosi. Uh, als je gepakt was, was je gepakt. Fair game, weet je wel. Dus het was een uh, bedrijfsrisico van mm -hmm. crimineel zijn dat de politie achter je aankwam. Ja. Dat was binnen een soort professionele relatie bijna die je mekaar, bij elkaar had. Ja. Dat was ook een soort ja, eer, zeg maar, daarin. Um, en dat dat misschien over de loop der tijd ja, verhard is, minder is geworden. Of, um, maar volgens mij verhard dat is wat ik probeer te zeggen. Um, ja, denk ik ook. Maar. Deed me aan iets anders denken. Uh, namelijk, um, soms heb je films... En dan volgen we de boef, dus de uh, con artist. Of mm -hmm. uh, Oceans 11 is, uh, is een mooi voorbeeld. Um, en dan sympathiseren we heel erg met uh, de boefjes die het, uh, het systeem uh, proberen te, uh, uh, ja, uh, basically te overwinnen. Ben je wel eens in situaties geweest waarbij je te maken had met iemand die iets aan het doen was? Dat je dacht: Het is bijna jammer dat we dit moeten stoppen. Want het was nogal creatief ook. Of hij was met, binnen zijn ding met iets. Eigenlijk was hij wel iets heel tofs bezig. Maar dit kunnen we echt niet tolereren. Dus we gaan dit wel de nek omdraaien. Dat je bijna hoopte dat hij zou winnen? Uh, nou, maar dat is misschien wel in alle situaties zo. Weet je? ik denk dat uh, iemand die kiest voor criminaliteit. Uh, dat, het, dat het vaak een. Het is vaak uh, een misschien wel gedwongen keuze. Of, uh, of misschien wel een idee die je hebt van... ik, ik heb geen andere keuze. Okay. Of dat is eigenlijk hetzelfde. Niet gedwongen keuze, of geen andere keuze. Of dat je uh, denkt dat dat je veel meer uh, gaat brengen. Um, en ik, in mijn boek noem ik het ook prutsers. Ik vind het een hele prutsers. Um, zeker als het gaat om uh, je, je gelijk weer te halen... door anderen te intimideren yeah. en... Um, niet op de blaren willen zitten als je gepakt bent. Maar dat vind ik prutsers. Maar de uh, krimineel aan zich die uh, met een hele slimme handel uh, export bedrijft. Neem bijvoorbeeld drugs als voorbeeld. Of uh, een fantastische pillenfabriek heeft opgezet. En daar een mega omzet mee maakt. Zijn gewoon hele slimme mensen. Zijn hele slimme ondernemers. En uh, daar heb ik eigenlijk gewoon respect voor. Van hoe de meneer zij dat, uh, dat op hebben gezet. Dat er heel veel negatieve schade aan zit. Uh, dat is de consequentie natuurlijk. Ja, maar, uh, maar in feite zijn het. Heel, als je ze een ander product zou geven. Zou het topondernemers zijn. Ja, ja. ja. En, je zegt, en uh, ik denk daar wel eens van. Je, oh, weet je. Uh, had voor een ander product gekozen. Uh, dan was je nu een van de topondernemers. Of, had je een heel, had op een andere manier een succesvol, legaal bedrijf gehad... dan in de criminaliteit te gaan. En da, dat gun ik mensen wel. niet denk, verdorie, weet je wel. Uh, en daarnaast denk ik dat je altijd uh, mens eigen is om uh, grenzen op te zoeken. Kijken wat er gebeurt als je over het grensje heen gaat. Uh, wie let erop? Hoe ver kan je gaan? Weet je, tot je een tik op je vingers krijgt of niet. Uh, maar... Dat is het mens eigen. Dat ga je nooit wegnemen. En, maar dat maakt ook uh, dat je elkaar constant uit blijft dagen... en dat er genoeg spanning is binnen een maatschappij. Um, van, ja, waar, waar worden we nou met elkaar gelukkig van? Waar, waar liggen onze vrijheden? Waar liggen onze beperkingen? Ja. Ja, blijft blijf fascinerend. Zeker. Uh, Cops en ja. robbers. Ja. Um, soms denk ik wel eens dat als mensen... Ja, net wat je zegt. Als ze andere keuzes hadden gemaakt in een ander domein, hadden we ze waarschijnlijk uh, uh, verheerlijkt. Uh, alleen nu omdat ze in het grijze circuit zitten. Ja. En, en, en daar zit altijd een verhaal achter. Het is niet zomaar dat iemand zegt van... Joh, uit de basis van ik heb er helemaal scheit aan, ik doe het lekker zo. Nee, er zit een verhaal achter waarom je die keuze hebt gemaakt. En die is heel interessant. Waarom heeft iemand die keuze gemaakt om dat te doen? En... Um, je daarop inzoomt en uh, zegt van nou weet je misschien moet je je talenten op een andere vlakken gebruiken, um, dat, dat is wel iets waar um, wat me wat me triggert en boeit. Ja, en, en ik vind het is soms ook dat ze toch eigenschappen hebben die het bewonderen waard zijn. Mm -hmm. um, ergens als het gaat om um, nou ja wat je zei uh, intelligentie, maar de, de, vaak zijn uh, Vooral als je mensen om je heen gaat organiseren om risico's te nemen, uh, dan moet je ook wel iets van charisma hebben, want je krijgt mensen niet zomaar mee uh, in dit soort dingen, denk ik. Nee, klopt. En zeker dat je moet uh, enorm vertrouwen hebben dat je elkaar, uh, dat je geen informatie deelt. Dus je moet uh, blind op elkaar kunnen vertrouwen of geen vragen stellen. En uh, dus ja, het eigenlijk eigenlijk bijna geoliede machine wat er wat er draait. Ja. Weet je, maar uh, dat. dat op dat stukje ondernemerschap denk ik van, wow, daar, um, dat boeit me. En heb ik uh, een bepaalde vlakke bewondering voor. Um, maar als het om moord en doodslag gaat, of intimideren, bedreigen van de mensen... Ja, nee. Totaal geen respect voor brengen. Onacceptabel. En ja. Ook zeker niet tolereren nee. in dat opzicht. Dus iedereen moet zich gewoon veilig voelen in, zijn, uh, in dit land. En ik denk dat we in Nederland nog steeds uh, best wel goed hebben in dat opzicht. Zeker ja. Ja, absoluut. Hier hoef je niet uh, met uh, gewapende escorte uh, escorten van je hotel naar het strand. Dat is op alle nee, gelukkig niet. plekken in de wereld nee. wel anders. Nee. Ja. Oké. Okay. Hey, uh, iets waar ik het ook nog even met je over wilde hebben, um, waar je natuurlijk ook een rol in hebt gespeeld, is uh, Hunted uh, VIPs. Zat je ja. Bij de technische recherche uh, zag ik staan. Um, wat is technisch recherche? Of tactisch recherche? Tactisch recherche, ja. Wat is dat? Uh, nou, ik ben, ben je constant aan het onderzoeken. Dus ik uh, in het uh, programma Hunter zit ik um, op headquarters. En eigenlijk alle aanwijzingen um, die er zijn over de voortvluchtige informatie, probeer te koppelen, netwerk in kaart te brengen en aanknopingspuntjes te vinden ja, over de verblijfplaatsen uh, van, uh, van de mensen. Ja, ik moet je bekennen, ik heb het programma uh, niet heel uh, uitvoerig uh, bekeken. Maar ik ken het concept natuurlijk. Uh -huh. uh, voor mensen die het uh, uh, ook niet kennen. Uh, groep Nederlanders mag zich uh, verstoppen voor een uh, team Hunters. En dat zijn allemaal mensen die al wel wat uh, <laughs> strepen verdiend hebben in uh, opsporing. opsporing ja. ja, kunnen ze heel goed. Um, en het lukt jullie ook bijna om, uh, altijd om die, uh, die mensen wel uh, te pakken te krijgen. Uh, en ik denk dat het leuk is om daar misschien eens eventjes naar te kijken. Wat zijn de, de, de meest gemaakte fouten van de mensen die jullie voor proberen te blijven? Dus wat zijn de common rookie mistakes? True, ja. Ik denk al, ja, wat je toch wel ziet is van terugvallen op uh, uh, netwerken. Dus contact opnemen met uh, vrienden, en familie. Uh, misschien wel verkeerd inschatten van situaties. Uh, Kijk, ik denk, en als je de mensen vraagt van, joh, kan jij drie weken lang op de vlucht blijven en uh, het handen van een dat is een hele leuke uitdaging. Maar je wordt in één keer wel geconfronteerd met uh, dingen die je niet kan doen. Je wordt een beetje paranoïde van, ze zijn in de buurt, uh, in Hunters worden zwarte auto's gebruikt. Dus ieder zwarte auto die, uh, die je ziet rijden, denk je, ja, dat zijn de Hunters. Terwijl we met, nog ineens eens met zoveel mensen zijn. Ja. <laughs> maar... Ja, dus, uh, en dan, gaan, dan zie je uh, dat er fouten gemaakt worden. Of toch. Uh, dat je gaat opvallen bij uh, mensen die, uh, die daar melding van maken. Uh, of die een tip willen geven. Um, of de mensen zeggen: Ja, maar weet je, uh, ik ken jou niet. Je mag hier helemaal niet slaan. Ja, als je dus uh, ergens aan moet kloppen om te overnachten. Um, en je komt misschien gestrest, gespannen, paranoïde over. Dat mensen eerder gaan zeggen van ja, maar wacht even, uh, je komt niet binnen. Ja, en dan neemt die stress alleen maar toe. Dus, uh, dat, dus je verdachte gedrag gaat steeds meer naar de bovenkant uh, komen. En het missen van, uh, van uh, uh, sociale contacten uh, of terugvallen in een omgeving die je kent, uh, zijn misschien wel fouten die, uh, die je wel veel terug ziet komen. Ik heb wel eens nagedacht over hoe je het zelf zou doen. Stel je voor, jij ja, je bent nu uitgenodigd in <laughs> uh, Hunted Vips. Ja, Als het nog een keer komt, ik ga het niet verklappen. Ja, nee, maar okay. nee, het is nee, uh, makkelijk om uh, aan de kant van de opsporing te zitten. Het is gewoon hartstikke moeilijk is om uh, met weinig middelen uh, je probeert te verstoppen in Nederland. Ja. Het is ook niet zo dat je in ieder in geval in het programma kan je niet onder, in, in, in een hutje op de hei blijven zitten. Onder een boom. Uh, je moet bewegen. Je moet een punt bereiken uiteindelijk. Uh, waarin je uh, dan fictief. Uh, die ontsnapping hebt geregeld. Dus waar je in vertrekt. Dus, dus je moet sporen nalaten. Je moet bewegen. En dat maakt het ook nog een keer heel lastig. Uh, hoe kom ik daar? Uh, et cetera. En ja, ze mogen geen criminele feiten leveren natuurlijk. Nee. Dus, uh... Er zit natuurlijk wat regeltjes aan, aan vast. Uh, dus het is makkelijk praten vanuit opsporing. Maar. Uh, ik vind dat wel heel knap uh, met het enthousiasme en uh, plannetjes die mensen bedenken om uh, uit de handen van het team uh, te blijven. Wat was de creatiefste oplossing die je daar bent tegengekomen? De, de creatiefste oplossing uh, ziet er wel dat uh, vermommingen, uh, dus uh, zo proberen te voelen dat je gewoon voor, strak voorbij de hunters uh, loopt, uh, uh, verwarring creëren in de schat dat mensen allemaal hetzelfde aan hadden. Ik denk van oké, okay, uh, ik zie nu achterrode overalls en dezelfde maskers. En wie, ja. wie is hier er voor het vlug dan in? Want je hebt te weinig mensen om allemaal tegen te houden. En die creatieve oplossingen zijn heel leuk om te zien. Ah, volgens mij ligt hier een deel van de oplossing. Je moet dilemma's creëren voor je hunters. Dus, uh, zorgen ja, dat en dat je keuzes... Het dus constant keuzes maken. Keuzes, dwingen tot je hebt de, keuzes. Je ja. hebt tijdsdruk, uh, dus je moet daarin de juiste keuze maken. En soms... Uh, ja, als je als je uh, het opsporingsteam op het verkeerde been kan zetten, uh, ja, dan uh, wordt het een uitdaging om weer. Dan ga je in de tijd ook achterlopen, dus het wordt uitdaging om erin te halen en daar weer bij te komen. Ja, ja, ja superleuk. Super leuk om te doen. Ja. wat is het leukste onderdeel van dat programma voor jou? De vangen natuurlijk. Nee, maar ja, ik denk dat, dat ik denk dat het leukste onderdeel van het programma is uh, het werken naar een finale moment toe. Dus. Um, je groeit er wel een spanning naartoe van. Er komt steeds meer informatie binnen. We weten, het, sommige gevallen weten ongeveer waar uh, het plek van vertrek zou moeten zijn. Hoe nou, dichter we dat kunnen bij kunnen komen, kunnen identificeren... dat is gewoon spannend. Ja. En uh, dat lukt soms. En lu soms lukt dat helemaal niet. Ja. Dus nee, het is, het is een leuke uitdaging om uh, om te doen. En het laat ook zien, vind ik het, uh, wat het programma goed laat zien, is van. Uh, Even los van alle machtigingen, hè, wat een overheid wel of niet kan, maar hoe eenvoudig, je te hoe eenvoudig je spoor achterlaat en daardoor traceren bent. Uh, in ons land, overal hangen camera's, uh, meer een deel van de mensen heeft zo'n videodoorbel uh, aan gevel hangen. Nou, als je daar uh, gebruik van kan maken, kun je bijna geen enkele straat meer normaal uh, door zonder herkend te worden. Mm -hmm. Dus. Uh, want jullie hebben ook toegang tot die camera's, begrijp ik hieruit. Ja, je, je kan daar gebruik van maken, ja. Oh wauw. Ja. Maar dan moet je dan van deur naar deur. Mag je je camera de camera beelden. De, nee, je, je kan kunt, kunt ook altijd mensen bevragen van, uh, mag ik uh, op jou, uh, op die camera even meekijken? Want dit, dit is gebeurd. Mm. Dat, dat gebeurt in uh, andere sporen zoeken ook eigenlijk van. Um, je kunt ook zeggen van ik. Ik kan moeilijk een machtiging geven voor een hele wijk om al die camera's te bekijken en te vorderen van mensen. Maar ik kan wel gaan kijken van, hé, hey, hoe kan ik het stukje zo specificeren? En is iemand bereid om mij die beelden te laten zien? Of te kijken of er daar een raakvlak in zit. Ja, wat ja. gevoel vind je, geeft dat jezelf, dat we in zo'n best wel surveillance staat leven? Oh, daar kan ik me helemaal niet druk om maken. In, de, in die zin het gevoel van, uh, ik vind mooie techniek zich zo ontwikkeld. Uh, ik heb ook niet het gevoel dat ik constant gecontroleerd word door techniek. Nee, maar het, het, het geeft, er, geeft uh, uh, misschien wel een gevoel van een, uh, kan, kan, als je onveilig voelt, of uh, kan het een stukje bijdragen in het vergroten van veiligheid. De kan erin bijdragen. Of de techniek kan je dagelijkse handelen makkelijker maken. Het hoeft niet altijd om veiligheid te gaan. Maar nee. Het maakt me een stukje makkelijker dat ik kan zien wie er voor de deur staat. Of ik wel niet open doe. Mm. Of dat ik kan zeggen: leg het pakketje maar bij uh, buurman. Die uh, en die. Dat weet je, daar, daar draagt in bij. En ik denk dat de privacy-wetgeving uh, redelijk, uh, redelijk strak is in Nederland. Denk je dus eigenlijk, denk, ja, als, je, als je iets over mij wil weten, vind je toch. En uh, als ik. Nou, ik vind het ook wel grappig als ik, als ik veel bezwaar heb tegen de camera's of technieken die er zijn, um, dan moet ik zelf ook heel zorgvuldig zijn in wat voor informatie deel ik um, zelf. Uh, dus op social media of wat zet ik in een boek. Uh, of oh, wat, of... Weet je, dat soort. Dat is de andere kant. Ik kan ja. zeggen, hey, uh, belachelijk dat er heel veel camera's zijn. Of dat. Maar dan moet ik ook zelf heel um, bewust omgaan met wat ik zelf deel. En wat ik zelf op internet gooi. Als ik iemand zou willen vinden, uh, en het zou een sportief iemand zijn, zou ik ze opzoeken op Strava. Ja. Zie je meteen waar hun trainingen starten, zie je ja. waar de trainingen ja. eindigen. Oh, jij woont in een radius ja. van zoveel meter van dit punt. Ja. <laughs> Zo simpel is het. Ja, klopt. Ja. En dat deel je gewoon helemaal vrijwillig. Ja ja en ja. de meeste mensen en Staan ik ben ook niet zo door de publieke rol alle invites die ik op social media krijg accepteer ik vaak ook gewoon blind zal van ja zal iemand zijn die de podcast luistert op ja. Ja, het ja, het ja ja is leuk ja leuk weer iemand uh, die even contact wil ja. maken uh, en ondertussen was het recherche ja. <laughs> nee dus het heeft twee kanten ja dus uh, maar ik maak me daar niet druk om nee, nee. oké okay. hey dingetje waar ik het ook nog eventjes met je over wilde hebben um, is uh, Global SI Group ja. Doe je samen met uh, Marcel van de Ven, ja. iemand die ook Klopt. volgens mij een behoorlijke track record heeft uh, als het gaat om dit werk. Ja, um, hoe ben je zo met hem in aanraking gekomen? Uh, via een oud collega. Toen zijn we koffie gaan drinken. En uh, wat een leuk klik. Ja. En toen kwam eigenlijk onze eerste ontmoeting, kwam, uh, dat ging eigenlijk over Het uh, Wat ik zei, van om daar uh, aan deel te nemen. Uh, Marcel had uh, de Global Cycle Group al opgezet. Um, maar zocht nog iemand om daar uh, de bedrijf verder uit te bouwen. Ik zei, nou laten we naar hun te gaan kijken hoe ons klik is. En of we dat kunnen. Nou, sinds, sinds jaren zijn we compagnons. Ja. En, en um, um, begrijp ik nou goed dat dat... <laughs> kreeg ik kreeg meteen een heel geromantiseerd beeld bij. Maar jullie zijn een, een particulier recherchebureau. Ja. Toen moest ik direct denken, private investigator. Dus die hebben van die toffe hoeden. Die lopen met van die lange negerjassen. Ja. <laughs> we zijn inderdaad heel tof. Uh, ja. Ja. We hebben een kantoor waar ze met de benen ja. op het uh, bureau whisky drinken. <laughs> ja. Maar dat, dat, nee. wat is het precies wat jullie met dat bedrijf doen? Want dat klonk wel cool. Ja, nou, SI staat voor Security and Investigations. Um, dus we geven uh, eigenlijk security advies, dus veiligheidsadvies. Ja. En uh, we doen rechercheonderzoek. En misschien in de volksmond is het misschien bekend als privé detectives. Uh, particuliere onderzoekers. Um, maar dat is eigenlijk een, een uh, branche waarin uh, zijn Nederland een aantal van die bureaus... Um, waarin je zegt, van, nou, ik heb een geschil op civiel recht. Uh, dan kan je een particulier onderzoeker inschakelen. Um, om een aantal zaken te onderzoeken. Uh, er zit een... We doen onderzoek. Uh, nou, eigenlijk, we doen onderzoek als het gaat om fraude, diefstal. Overspel. Die niet? Nee, doen we, is doen we niet. Nee, nou, we voor, de, niet, niet om uh, een particuliere klant kort te doen. Uh, maar het zijn vaak uh, intensief onderzoek, kostbare onderzoek ook. Um, dus we hebben, wij doen meer business to business toe, uh, een uh, onderzoek voor een verzekeringsmaatschappij uh, of voor een uh, bedrijf, organisatie die met fraude, oplichting uh, of bedreiging worden geconfronteerd uh, tot aan cybercrime. Um, Veiligheidsadvies zitten op van hoe kan je een, um, de medewerker van agressie tot uh, een stukje security meegeven dat je uh, op internet. Um, minder traceerbaar bent en te koppelen bent aan werk. Dus het is heel veelzijdig. Ja, vooral die laatste lijkt me wel interessant voor clubs als Defensie en Justitie. Dat stukje, een beetje opletten met wat je op je social zet ten opzichte ja. van de veiligheid van je werk. Zijn er andere contexten waar dat relevant is? Um, ja, we kijken, de, naast de SI-groep hebben we ook nog de TC-groep, dat is training en coaching. En wij zorgen veiligheidstrainingen voor, ook voor uh, bedrijfsleven. En um, voor uh, overheidsinstanties. Um, op vlak van ondermijning, bewustwording van ondermijning, wat een heel uh, hot thema is, hot topic is, uh, geef veel advies. En daar zit ook een stukje um, social awareness in. Um, dus laat la ik het zo zeggen, daar is veel voor gepubliceerd. Er is bijvoorbeeld een. Uh, uh, Haven in Nederland, uh, waar gezegd van, nou, daar zijn een aantal medewerkers uh, corrupt, want er komt allemaal drugs binnen en uh, is één gatenkaas. Nou, wat kan je daar aan doen? Uh, nou, dan kan je allerlei maatregelen nemen die beveiliging uh, versterken. Uh, je kan andere procedures inzetten, maar zolang jouw medewerkers uh, heel makkelijk te vinden zijn uh, op social media, noem maar LinkedIn bijvoorbeeld, en ik kan precies zien, hey, die, die heeft uh, die uh, chef uh, sleutels. Of chef toegangspasjes, of die is verantwoordelijk voor deze uitvoerlijn of invoerlijn. Um, ja, als ik zo'n schrifting al kan maken, dan kom ik uiteindelijk bij jouw privé. En dan ga ik gewoon zorgen dat ik uh, of iets met hacken doe. Um, dus kijken of ik in jouw computer kan komen. Uh, of ik ga je misschien aanspreken. Uh, of ik ga je, als je niet, niet wil bewegen, ga je misschien wat bedreigen of andere dingen doen. Uh, ja. omkopen Om... of afpersen. Ja. Dus. Um, en die lijn zie je wel veel. En ik denk, die bewustwording, uh, daar, zit, daar trainen we en proberen meer in te helpen. Zorg uh, dat je daar iets uh, meer barrières op werpt en dat je minder vindbaar bent. Ja. Tot aan uh, het thema ondermijning. Uh, Iedereen herkent dat denk ik wel in het dorpje, de stad waar je woont. Is het best wel raar als je in een bepaalde branche uh, heel veel uh, dezelfde winkels ziet. Die hetzelfde product verkoopt. Of waar je nooit een klant ziet. <laughs> en denk van, hoe, hoe komt die vredesnaam rond? In Deventer heb je een winkeltje. En ik ben er al jaren van overtuigd dat daar een maflap zit. Dat ja. Is een <laughs> vingerhoedjeswinkel. Zo van, hoe, waar betaal jij ja. je huur van? Hoeveel ja. levert één vingerhoedje op? Ik ja. zie hier nooit iemand, weet je wel. Nee. <laughs> Nee, dus het uh, dat dat kan wel eens waard zijn om dat verder allemaal te onderzoeken. En, uh, eigenlijk, dat is heel tastbaar van een bedrijf of een, uh, in dit geval een uh, middenstander. Uh, ja, die moet huur betalen, personeel betalen, die moet omzet maken. En dat is heel makkelijk af te meten aan het aantal uh, klanten of misschien op bestellingen die je heen en weer ziet gaan, moet zien gaan als. Uh, ja, als een, ja. Dus je vijf ton omzet gedraaid met uw vingerhoedjes. Dat betekent dat u ongeveer twee miljoen vingerhoedjes ja. hebt verkocht. Ja. 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 ja, dus dat is uh, ondermijning hot topic. Daar doen we veel in en uh, geef veel advies over. En, en ondermijning in die zin is dus uh, kwetsbaarheden toevoegen waar die mensen kunnen exploiteren. Ja, ik, ik, ondermijning is uh, de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld. Hm. Dus uh, waardoor je um, uh, ontwrichting krijgt van je maatschappij, daardoor. Of een oneerlijke concurrentie krijgt. Uh, Kijk, als ik uh, uh, producten verkoop die jij ook verkoopt, maar ik kan ze ver onder de kostprijs, de kostprijs verkopen, omdat ik op een andere manier mijn geld verdien. Uh, kun jij niet meer je, je, je hoofd boven water houden, terwijl ik, doordat uh, ik andere inkomsten heb, dat wel kan doen? Ja, ja, ondertussen dus... mooi witwassen. Ja, dus daar uh, dat is een onderwerp. Wat, uh, wat heel interessant is en waar ook heel veel aan hangt. Dus het is niet. Uh... Hm. Misschien wel goed om nog even. Uh, nou, we hopen dat niemand uh, hier ooit mee te maken krijgt die hier naar haar luistert. Maar stel je toch eens voor: uh, je komt in aanraking met een situatie van afpersing. Wat moet je dan doen? Uh, het ligt natuurlijk helemaal aan de feitenomstandigheden. Ik zou daar. Uh, kijk, in principe. Uh, uh, je wordt niet zomaar afgeperst. Uh, dus da daar zal ergens een aanleiding voor zijn. Dus neem in die aanloop dat... Altijd contacten met de politie. Simpel. Ja, gewoon zoek je stieftje. Ja, Want ze zullen ik, zeggen... ...hé, hey, niet naar de, naar de politie gaan, hè? Hoe, <laughs> hoe kan ik het mooier maken? Nee, maar weet je, het is... Uh, uh, iedereen die daarmee aankomt... Uh, ...maakt melding bij de politie door aangifte ervan. Uh, dan merk je ook meteen... Um, ja, hoe voortvarend dat opgepakt gaat worden. Wat voor afspraken er gemaakt kunnen worden over jouw veiligheid. Uh, misschien uh, is er al een, een mogelijke dadergroep in beeld. Um, waar de, waar, wat, ze, wat er gedeeld kan worden. En dan kan je maatregelen opnemen. Of die nou door de politie uh, ondersteund worden. Maar je kan zo, zou kunnen zeggen. Uh, schakel dan ons bureau in. Door een, uh, dat wij extra camera's voor je op kunnen hangen. Uh, of misschien wel een observatie kunnen uitvoeren. Tot aan een noodknop kunnen meegeven dat je alarmlijnen heel snel kan, uh, kan inschakelen. Mm. En, um, maar laat vooral het onderzoek uh, doen aangifte bij de politie. Ja, ja man. Ja. de gebaande wegen volgen, jongens. Ja. <laughs> ja, nee ja. Nee, kijk, en die worden niet. Uh, daarom uh, die onderzoeken, uh, ben je tot afhankelijk van hoe wat, wat wordt, wordt de onderzoekssnelheid. Nou, maar je kan tussentijds altijd andere maatregelen beschermingsveiligheid. Uh, Maatregelen toepassen die je uh, nee, met ondersteuning van bijvoorbeeld een ander bureau-recherchebureau kan, uh, kan doen. Ja, ja. oké. Okay. Um, laatste dingetje um, wat ik nog eventjes uh, aan je zou willen vragen: um, komen we eventjes terug bij het begin? Ik, ik zei al, uh, we gaan een mooie poster voor je regelen. En uh, als het goed is, was de uitgekozen quote die je daarvoor had gekozen, was inderdaad allemaal een beetje daarvoor, toch? Ja. ja, waarom die quote? Ik vind het gewoon een uh, fantastische quote die, uh, die, die een stukje rauwheid uh, heeft, maar eigenlijk heel veel omvat. Uh, hij komt vanuit de defensiehoek uh, uh, van Mark Pallon van uh, scherp, Scherpschutters. Maar het mooie daarvan vind ik, um, heeft twee, twee elementen. Uh, soms kan je lichaam veel meer dan je denkt, een stukje doorzetten. Uh, het geeft ook een stukje weer van ja, nu niet zeiken, maar gewoon doorgaan. Uh, zet je schouders eronder. Um, en al denk je, ik kan niet meer, uh, mentaal kan je ook vaak meer. Dus het zit een stukje in van mentaal, fysiek. En uh, een stukje van ja, nu, uh, nu is het even klaar, nu moeten we actie ondernemen en uh, per stappen uh, maken. En um, ik denk dat ra Ramon met je gedag daar, daar een uh, mooi. Zo'n mooie, mooie man is. Ja. Ja. ja, en, en is, dat, um, is dat ook het cruciale component als het gaat om uh, presteren onder druk voor jou? Want je zei net iets heel moois van: joh, soms is het gewoon, kan je wel klagen, maar nu moet het gewoon even. Dus uh, rammen met je kadaver. Dus uh, concentreer op de taken voer die uit. Ja, op dus, uh, uh, een gegeven moment uh, geef het, moet je naar je doel. Je moet je doel gaan bereiken. En, je hebt, uh, en als je dan besloten hebt van: nee, we, op die manier gaan we ervoor nou, dan ga gaat er ook voor. Nu nog ja. nooit, tijdens dan uh, bij ja. KST. Klopt. Mooi. Dankjewel, man. Ja, ook bedankt. Ik vond het echt een leuk gesprek. Ik ook. Ja, veel opgestoken. En uh, nou ja, ik, ik denk dat we uh, rustig nog langer uh, uh, hadden kunnen doorkletsen. Dus uh, als je het leuk vindt, uh, kan je wat mij betreft nog een keer uh, terugkomen. En dan uh, hey, zetten me. we deze voort, wat mij betreft. Uh, voor nu in ieder geval, bedankt voor je tijd en energie. Uh, als mensen iets meer over jou zouden willen weten, wat is dan uh, jouw... Uh, Voorkeurskanaal voor contact. Oh ja, je kan, je kan altijd op uh, mijn website kijken. Uh, www.jeroenrijker.nl uh, Of mijn boek lezen onder druk. Of. Nu verkrijgbaar bij bol.com. Go <laughs> oh, check it out. <laughs> ja. en, uh, daar zijn ook uh, uh, mailcontacten in, et cetera. Dus uh, van harte welkom als mensen meer willen weten. Te gek. Nogmaals dankjewel en doe de groeten aan Martijn... Zeker, doe het. Luisteraars, tot de volgende keer. Dank je wel. Ciao.